Goedemorgen allemaal. Het is weer maandagochtend, 9 uur, tijd om live te gaan op het kanaal van Financieel Blij. Dit is alweer live trade sessie 133. Vandaag is de derde maandag van de maand. Dus ik ga in plaats van Helga voor jullie deze live trade sessie verzorgen. Wat ik altijd op maandagochtend doe, om de week te starten. Ik heb altijd dan op maandagochtend de weekchart op TradingView open. En dan ga ik even kijken hoe de markt ervoor staat. Ik heb van het weekend wel een paar keer gekeken, omdat ik ook nog een trade open heb staan, een swing trade. Dus ik heb af en toe gekeken en natuurlijk gezien wat er gebeurd is. Het was een beetje een turbulent weekendje. Maar ik heb zelf verder niet getrade met de stopmethode, maar wel gekeken hoe het met mijn openstaande swing trade staat. Nou, ik ga jullie even meenemen om te beginnen aan het op maandagochtend op TradingView. Ik heb de weekchart geopend en dan zie je ook dat je dus de afgelopen week en vooral dit weekend hebben we een flinke daling gezien van de Bitcoin. En wat me dan opvalt is dat de wick van de weekchart is onder deze wick gekomen. Dit was de weekly low. Ik zal hem even met een streepje duidelijker tekenen. De weekly low. En dit is de high geweest. Nou, dit is de all-time high. En wat je nu ziet is een wickje die ja, net een beetje lager is als de vorige. Het is niet veel. Kijk, als je de chart wat opentrekt, nou ja, het scheelt bijna niks. Maar hij is lager. Dus in principe, zoals ik nu deze chart beoordeel, hebben we hier een high gehad. Hebben we hier een low gehad. Hier hebben we een lower high gevormd. En dit is eigenlijk dan de eerste candle van een lower low. Ongeacht wat deze candle nu doet, er is in principe al een lower low gezet. Die candle kan natuurlijk lager, kan hoger, maar deze wordt als low gezien. Dus we hebben nu op de weekchart een trend reversal zijn we aan het vormen. Dus ik hou dat in de gaten, is voor mij wel het teken van oké, okay, op de weekchart is de trend nu bearish geworden. Hè? Want we hebben zowel een lower low als, of een lower high als ook een lower low. Trend is bearish geworden. Op de dagchart was de trend al bearish en op de 4 uur chart was die ook al bearish. En nu is die dus ook op de weekchart bearish geworden. Dus nu hou ik het in de gaten van oké, wat gaan we nu doen? Gaan we nu echt neerwaarts? Krijgen we een grotere correctie? Het is nu een beetje onduidelijk wat er gaat gebeuren. Maar dat is dus even de weekchart. Ik kijk dan nog even op de dagchart. Nou, op de dagchart heb ik het een en ander ingetekend. Nou, je ziet ook, ik heb hier een trade lopen, een short trade, waarvan TP1 inmiddels is gevallen. Dus dat is echt een hele mooie trade. Wat gaan we zien? Gaan we TP2 zien? Die heb ik dus voor het testen van deze low ingetekend. En ik heb ook getekend dat nu eigenlijk de Bitcoin een toppatroon aan het vormen is. Dus we hebben een high, een low, een high, een low. Dus we zijn eigenlijk een dubbele top aan het vormen hier. Nou, we zijn ook weer helemaal teruggekomen hieronder tot aan dit punt. De wick is zelfs ietsje lager. Dit noem ik dan de neckline. Nou, dan zie je dat dat toppatroon is al gevormd. Dus we hebben al een dubbele top. Het is een reversal pattern. Dat betekent dat de trend die opwaarts was, door zo'n toppatroon neerwaarts kan gaan worden. We zijn al bearish, maar dat patroon is eigenlijk pas geldig als die uitbreekt aan de onderkant. Dus als je deze beweging zou zien, dat we dus onder de neckline breken, deze neckline weer terugtesten en dan verder gaan zakken. Dan is het patroon, dat is wat het patroon eigenlijk zegt, hoe je hem zou kunnen traden. Een uitbraak aan de onderkant en dan wordt de retest wordt dan getraden. Dat is het veiligst. Maar die retest kan natuurlijk ook wat hoger zijn, tot aan deze trendlijn bijvoorbeeld. Want op de dagchart zie je ook, we zijn door deze trendlijn heen gezakt. Dat was de onderkant van die driehoek. Hier was een driehoek gevormd. Hierboven heb je een lijn, hieronder heb je een lijn. Ik zal hem nog even bij doen. Ik had hem hier weggehaald per ongeluk, denk ik. Of onzichtbaar gemaakt, maar ik zet hem even zo erbij. Dus je ziet ook, we zitten nog steeds in deze compressie. Nou, deze is niet verbroken. Wel met een lange wick naar beneden erdoorheen. Maar de kans dat we nu weer naar de bovenkant gaan is even groot. Want we zitten wel in het ondergebied nu. Het middengebied is verloren. We hebben op een gaintje gezet. Dus er wordt nu een terugtest gedaan op deze high. Traders zullen flink aan het shorten gaan als deze high terug wordt getest.
Maar daardoor ontstaat er dus ook heel veel liquiditeit hier aan de bovenkant, hè? Want al die shortposities die hier zijn ingenomen en die hier nu worden ingenomen, hebben ook een stop-loss. Nou, die stop-loss kan getriggerd worden, waardoor je dus een hele lange wick naar boven kan krijgen, zo rond, ik denk tot aan die 75. En daar heb je dus heel veel verkoopdruk, want heel veel traders hebben op de 75 of ook investeerders op de 75 een verkooporder staan. Dat is gewoon een target wat je veel op YouTube ook voorbij ziet komen op social media kanalen. Dus het zou me niet verbazen als of de liquiditeit aan de bovenkant wordt opgehaald, hier een wikje naar boven komt en dat we dan gaan zakken. Of er wordt het lukt niet om hier zeg maar doorheen te breken en dat we dan alsnog naar beneden gaan. Dus het is best wel spannend nu. Wat gaat er gebeuren? Dit is compressie, dus ja, heel onzeker dit. Het kan beide kanten op, niemand die het weet. Dus we gaan het zien. En we gaan ook zien hoe we vandaag kunnen traden. Dus dat neem ik mee in mijn tradesies, dat ik denk, oké, we hebben hier gehouden, we zijn nu aan het klimmen. Dus ja, dat is positief, maar er zal hier veel geshort worden rond dit gebied. Als we hier omhoog klimmen, ja, dan gaan shorten shorten, omdat dat nu eenmaal, we zitten in een neerwaartse trend en dan ga je op zoek naar shortposities. En het is maandag, wat je ook veel ziet is op maandag dat de inflows van de ETF's uit Amerika weer komen. Hè. Die liggen natuurlijk in het weekend stil. Nou, dan is het weer maandag. Er wordt gewoon ook dollar cost average gedaan door partijen. Mensen gaan instappen. We hebben natuurlijk een correctie gezien. We zijn inmiddels alweer gestegen. Kan weer een stukje FOMO ontstaan, hè, bij de ETF's dat ze weer in willen stappen. Dus wat je vaak ziet op maandagochtend is ook een inflow van ETF's, waardoor de prijs dus kan stijgen. Dat hebben we al meerdere keren gezien. Dus ja, we gaan het zien wat er gaat gebeuren. En ja, we gaan ook zien of dat we kunnen traden. Dan ga ik even naar AllTrading. Wat ik dan ook altijd even doe, is de markten heel even scannen van hoe staan de markten ervoor. Zou ik wel willen traden eigenlijk, hè? Als ik met mijn eigen privéportfolio nu aan het traden zou zijn, zou ik dan nu een trade sessie willen doen. Dus dan ga ik heel even scannen op de 1 uur, loop ik heel even door de markten. Nou, Bitcoin hebben we nu net al gezien. Dit is Ether op de 1 uur. Nou, we zijn aan het klimmen. Solana. Op de 1 uur zijn aan het klimmen. Je ziet ook dat echt het patroon bij de meeste munten hetzelfde is, hè? Flinke drop, een beetje stabilisatie, die drop van zaterdagavond en weer aan het klimmen. Nou, dat zien we bij Ripple. Kijk, drop, stabilisatie, drop en aan het klimmen. Al die charts zien eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Zelfs Dodge. Je ziet eigenlijk amper verschil in de chart. Dus we hebben allemaal een beetje hetzelfde beeld. Kijk, Ondo die wijkt af. Die is alweer behoorlijk door aan het klimmen op de urenchart. Echt goed op de weg omhoog. Die heeft ook een afwijkend beeld, hè, van de andere charts. Nou ja, zo loop je even de charts door van zou ik willen traden? Wat zijn we aan het doen? Nou ja, we zijn aan het klimmen. Nou ja, we kunnen nog wel, als je op de Bitcoin chart keek, nog een stukje doorklimmen voordat we dat level bereiken waar weer veel geshort gaat worden. Dus wie weet, ik zou wel willen traden nu. Alleen het zou natuurlijk kunnen als je echt aan het klimmen bent. Dat je alleen maar shortmeldingen zou krijgen. Want als de prijs aan het klimmen is, krijg je dus shortmeldingen. En we kunnen alleen maar op Bybit Spot traden. Dus krijgen we meldingen? We gaan het zien. Dus ik ga de scanner erbij pakken. Deze even weg. Pak ik de scanner er even bij. Nou, je ziet dat er heel veel meldingen komen. Ik zet even het belletje. Nee, heb je eigenlijk niet nodig, want er komen genoeg meldingen. Word je alleen maar gek van het vogeltje als dat continu aangaat. Dus we gaan even kijken. Ik ben ook altijd alert als we heel veel meldingen tegelijk krijgen. Dat betekent ook dat we een beetje op moeten letten, hè? Ik heb het liefst gewoon een paar meldingen steeds, maar te veel tegelijk is voor mij ook een rode vlag van opletten. Het kan zijn dat alles nu flink aan het zakken is. Bitcoin chart pak ik dan op de 15 minuten erbij. Om even te beoordelen. Hou ik altijd in de gaten. Oké, 15 minuten. Nou, je ziet ook, we zijn flink aan het klimmen geweest. Hij geeft nu een rode candle. Nou, we zijn nu bij een level aangeland waar dus geshort gaat worden. Dit is dus een high. We hebben aan de onderkant een gaintje gezet. Na het terugtest van deze high mag je dus short gaan, zeg maar. Als je echt via price action trade, dat je denkt van oké, we zijn in een neerwaartse trend. We hebben een gaintje gezet. Hier wordt nu geshort. Nou, dat zie je ook. De eerste rode candle komt. Er zit hier veel stop-losses boven. Dus ook zo'n trapsgewijze daling is voor mij ook altijd een teken om op te letten. Kun je dus lange candles omhoog krijgen. Heel veel liquiditeit wordt hier opgehaald. Dus je kan hier echt wel een short squeeze ook krijgen. Dus ja, voorzichtigheid is geboden. Dus we gaan het zien.
Kijk ik op de scanner naar het market climate. Nou, dan zie je hier ook, de barometer geeft groen aan, maar de pijltjes zijn zowel op de 1 uur rood omlaag en als op de 4 uur ook rood omlaag. Dus normaal gesproken zou ik zelf met de stopmethode op altcoins dan zeggen, ik wacht even met traden. Want je wil wat stabiliteit op de Bitcoin zien. En de Bitcoin was flink aan het klimmen, echt stabiel is hij niet. Dus je wil stabiliteit zien. En twee rode pijltjes omlaag. Ja, ik wacht liever dat deze weer omhoog wijzen. Ik kan ook altijd hier nog kijken op de CN-scanner. Market Climate kun je op klikken. En ik heb hem op Bybit staan op de 24 uur. Nou, dan zie je hier, de market climate is aan het klimmen. Dus in dit stukje is het fijn traden vaak als die aan het klimmen is. Als er meldingen komen, als er spotmeldingen voor long komen, kun je hier lekker traden. Maar je ziet nu vanaf hier is die aan het dalen. Dus het is enigszins voorzichtigheid geboden. Hij kan natuurlijk hier nu naar beneden gaan, omdat ook op Bitcoin nu de short posities worden ingenomen. We zijn op een level beland waar geshort gaat worden. Nou ja, hij is aan het zakken, dus voorzichtigheid is geboden. Zelf zou ik nu met mijn privéportfolio even niet traden. Even voorzichtig zijn, wachten op wat stabiliteit. Maar ja, in deze live trade sessie willen we natuurlijk in trade zetten. Maar ik waarschuw van tevoren, het market climate is voor mij nu niet geschikt om echt met een groot portfolio te gaan traden op de altcoins. Je kunt het doen, maar het risico is nu gewoon groter. Dus mocht je meedoen, doe het met een klein beetje. Het is nu echt om te leren. Hè? Want deze live trade sessies zijn ook om jullie iets te leren, te laten zien wat kun je doen. Hè, stel je bent toch in een trade gestapt, er komt een drop, dat je dus niet in paniek raakt. Wat kun je gaan doen dan hè, door middel van een bijkoop om je break-even omlaag te halen? Dus ik ga deze live trade sessie sowieso in trade zetten als je komt. Maar wees vooral voorzichtig, want ik zou het met mijn privéportfolio zelf nu niet doen. Ik ga weer terug naar resultaten. Ik heb mijn scanner ingesteld op 1 minuut en 3 minuten. Inmiddels zijn deze meldingen ook alweer weg. Ik ga hem toch nog even oppakken. Ga ik AllTrader erbij pakken. Op de 1 minuut. Nou, je ziet ook deze trade. Hier kwam de melding. Ik meet even de banden op. Had ik even niet gekeken bij de scanner hoe groot dat die waren. Die zijn 2,27. Prima. Hier kwam de melding. Op deze candle hadden we in willen stappen. Dus eigenlijk ben ik nu ook alweer te laat. Maar goed, ik wilde even uitleggen hoe het verder zit. En ik wilde ook niet achter elkaar snel in een trade stappen. Dat iedereen dan meedoet en misschien risico loopt. Ik wilde daar even op wijzen van tevoren. Dat het market climate nu niet echt geschikt is. Voor mij dan, hè? Nou, als je hier op deze groene candle was ingestapt, is die inmiddels met 0,6 gestegen. Dus dit zou sowieso een winsttrade geworden zijn. Nou, deze munt ook, je ziet, we zijn flink aan het klimmen geweest. Even gecorrigeerd. En is weer een beetje aan het doorklimmen. Dus dit had al, als we in waren gestapt, waren we weer uit. Dus het had een hele snelle trade kunnen zijn. Ik zet nu toch even het belletje aan, omdat ik de scanner hier niet altijd aan heb staan. Ik zet deze voor het geluid. Dus mocht er een nieuwe melding binnenkomen, dan gaan we hem pakken. Pak ik AllTrader. Nou, ik hou de scanner erbij. Dan ga ik nu even naar de chat. Nu even tijd voor. En ik had al even een beetje gelezen gehad vanochtend. Hè? En dan Helga zei ook al, kijk of dat we kunnen traden vandaag. Ja, inderdaad. Goedemorgen Yves, leuk dat je er bent. Patricia, goedemorgen. Fila 1966, goedemorgen. Stella, goedemorgen. Marco, goedemorgen. Johan, Boersma, goedemorgen. Tijmen, onze moderator, dankjewel voor je hulp. Goedemorgen. Helga en Karen, als jullie er zijn, goedemorgen. Helga had ik al even gezien dat ze online was. Even kijken, dat was het. Nou, voor iedereen die de video later terugkijkt, goedemorgen allemaal. Nou, ik wens jullie een fijne tradeweek toe. We gaan het zien wat Bitcoin gaat doen, hè. Gaan we een doorstijgen of niet? Of gaan we een diepere correctie krijgen? Niemand die het op dit moment weet. Best wel onzeker. Eigenlijk weet nooit iemand het zeker, maar aan de hand van de chart wat je kan beoordelen. Is het nu gewoon, kan het gewoon twee kanten op. Beetje, ja, voor mij is het een beetje onduidelijk. Als ik puur kijk naar de chart, dan zijn we bearish. Dus verwacht ik een correctie.
Maar het zou me niets verbazen dat we met het stukje FOMO wat er nog steeds is vanwege de halving, dat we toch nog die move omhoog kunnen krijgen, de all-time high uit gaan nemen met een wikje. Zo net onder de 75.000, ja, daar staan natuurlijk orders. Daar zou je dus gefrontrund kunnen worden, hè, door grotere partijen die denken van oké, ik ga net voor die 75 zitten. Want 75 is gewoon ook een psychologisch level. Ja, heel veel traders willen daar wat winst pakken, willen daar een stukje verkopen. Dus ja, ik zou dan, als je daar een TP hebt staan of een verkooporder hebt staan, net iets onder die 75 gaan zitten. Want ja, anders heb je de kans dat je dus gefrontrund wordt. Dat betekent dat net voor jou iemand alle orders wegpikt uit de markt en dan de prijs daarna gaat dalen. We krijgen geen melding, dus ik ga even de chat lezen. Helga zegt goedemorgen op deze zonnige morgen. Nou ja, velen vragen of dat je opgeknapt bent. Dat is al gelukkig, hè? Klein beetje elke dag wat beter. Patricia zit er ook al vaak aan te denken, zie ik. Joran zegt, is dit een triangle? Ja, ik bedoel denk ik de Bitcoin, hè? Ik had hem hier op de dagchart. Nou, zie je dus een triangle inderdaad. Dat is een compressiepatroon. Hoe verder in de tijd wij gaan in dit patroon, hoe kleiner dat de bewegingsruimte wordt. Nou, we krijgen een melding. Moment, ik ga eerst even kijken. Dat is AGX USDT op de 1 minuut. Ik heb hem op de 1 en op de 3 staan. Op de 1 moet je vaak wel snel zijn. Maar ik ga toch kijken. Even kijken. 1 minuut de candles. Nou, we zien dat is hier voor het laatst aan de bovenste band geweest. Volume neemt nu flink toe bij een dalende prijs. Nou ja, hier is hij niet meer aan de band geweest. Dus ik let nu wel even op. Ik wacht even deze candle af. Die is ook bijna klaar. Ik ga toch instappen, ondanks dat we waarschijnlijk toch nog wat verder zouden kunnen gaan zakken. Maar ik stap in met long live traden. Kijk even, $25 voor de askprijs. En ik activeer gauw mijn order, want we hebben een groene candle. We zijn gekruist in niemands land. Dus ik wil in deze trade. Nou, je ziet ook dat de verkoop onder de MA20 zit. Ik ga even opmeten. Want ik heb het gezet net met een smart order. En door op askprijs te klikken gaan we ook een beetje verspringen. Dus ik ga hem even opnieuw instellen. Set break-even start doe ik nog even voor de zekerheid. En dan ga ik meten vanaf de break-even lijn wil ik dus 0,5 hoger zitten. Nou, ik zit op 0,65, dus ik verlaag hem iets. Om op 0,5 te komen. Nou, dat staat hier nu ongeveer. Stop loss meet ik ook even op. Die komt op 10%. Nou, die staat goed. En ik activeer de order. Nou, je ziet ook op 10% lager. Dat klinkt heel veel. Nou, we zitten ook, als ik daarna dat even zo'n beetje terug ga in de tijd, zien we ook, nou, zo snel kan het gaan. We zijn daar weer uit de trade. Ik krijg niet eens de kans om het uit te leggen. Even kijken. Even refreshen, want hij heeft hem hier nog niet gepakt. Vaak ging zo snel dat alles ook even gerefreshed moet worden. Nou, zie je ook dat hij hem hier wel heeft gepakt. Nou, dan ga ik eens kijken. We moeten hem nog in ons logboek invullen. De netto PLN. Nou, dan zie je hier ook 0,54% op deze trade. Nou, kijk je in de eurowaarde of in de USDT-waarde, is dat natuurlijk maar een klein bedrag. Maar het gaat om de percentages. Ik trade hier met een live trade portfolio. Dat is een klein portfolio van $250. Dus in centen is het niet veel, maar het gaat om de percentages. En dat is 0,54%. Ik vul deze even in het logboek in. Ik had al wel een nieuwe trade, maar ik zet toch eerst even het logboek, want ik wil graag mijn administratie ook goed hebben. En ik vind het heel belangrijk om het logboek ook bij te houden en dat niet achterwege te laten. Ben je een gevorderde trader, dan kun je inmiddels, als je weer een nieuwe melding krijgt, die trade ook zetten en daarna je logboek invullen. Maar voor de nieuwe mensen ook, om niet te snel te gaan, doe ik eerst even het logboek invullen voordat ik weer naar een nieuwe trade ga kijken. Nou, het logboek, ik had de datum al ingevuld. Even kijken. We zaten in AGX USDT op de 1 minuut.
1 minuut. We zijn in de trade gegaan. Moet ik heel even kijken. Oh. Is het logboek aan de kant? Oh, dit was niet de bedoeling. Ik doe het even zo. Even kijken, we zijn in de trade gegaan om 19:17 en we waren eigenlijk om 19:18 alweer uit de trade. Dus 9 uur bedoel ik. 19:17 waren we in de trade. We hebben niet bijgekocht. 1 minuut later waren we er alweer uit. 19:18, zo snel kan het gaan, hè? Even kijken en ons eindsaldo. Ik ben begonnen met $248,84. En mijn eindsaldo is nu $248,97. Nou, dat vul ik in. En dan zie je ook dat de minst op deze trade was 0,13 cent. Dat zegt natuurlijk niks en we hebben 0,05% op deze trade. Het was natuurlijk een hele snelle trade zonder bijkoop. Dan is de winst ook wat lager. Nou, als we in de eerste trade hadden gestapt, waren we ook snel uit geweest. Dus hadden we eigenlijk al twee tradejes, zat je al op 0,1% winst. Nou, als je zo'n 10 tradejes achter elkaar kan doen op deze manier, kom je dus ook snel aan je procentje. Dan ga ik weer naar de scanner. Die moest ik niet hebben. Zetten we even deze uit. Want Altrade die opent altijd een extra venstertje. Nou, die moeten we wegklikken. Nou, we hebben een nieuwe melding op de 3 minuten weer op AGIX. Nou, dat is een andere melding. Dus ik ga toch weer naar kijken. Dan gaan we naar de 3 minuten. Hier komt nu deze melding. En dan ga ik hem opnieuw beoordelen. Want het is natuurlijk een ander timeframe. Nou, dan zie je dat die melding hier is gekomen. Maar dan zijn we eigenlijk ook ingestapt op de 1 minuut. Dus die ga ik nu niet meer pakken, want deze trade hebben we aangezet. Als ik hem zou moeten beoordelen hier op de 3 minuten. Nou, dan zie je ook, we hebben een candle close. Nou, hier is die omhoog gestegen. Nou, we krijgen een nieuwe melding. Ga ik weer naar kijken. Op de scanner. Dat is beam op de 1 minuut. Gaan we die beoordelen. Nou, hier zie je, we hebben een flinke stijging gehad. Deze is ook al 17% gestegen. Nou, is dat voor crypto natuurlijk niet zo heel veel in een 24 uur wijziging. Maar ik ben wel alert nu. Kijk, als je ziet, deze munt is behoorlijk weer doorgestegen. Het is een 1 minuut timeframe. Nou, je ziet, hij is hier voor het laatst aan de bovenste band geweest. Hier komt hij al niet meer aan de bovenste band. Nou gaan we weer een beetje zakken. Nou, ik vind hier de melding eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn, ja, hij heeft een candle close gehad onder de band, maar hij is eigenlijk mager, vind ik. Ik zie het liever wat meer naar, ja, wat een duidelijkere candle close. Dus ik wacht nu even af. Hij voldoet wel, we hebben een candle close, hij kruist naar boven en we hebben een groene candle. Ik ga er toch op instappen, misschien wordt het een trade met een bijkoop. Long live traden voor de ask prijs en ik activeer hem. Maar je ziet ook dat de TP eigenlijk net iets boven de MA20 komt nu. We willen de TP eigenlijk het liefst onder de MA20 hebben. Omdat we die ruimte, ja, we willen niet boven de MA20 verkopen op dit moment. Gewoon, we gaan voor de kleinere winsten onder de MA20. Kopen we bij, hebben we wat meer TP staan en is de ruimte wat groter. Maar ja, momenteel willen we toch liever onder blijven. De stopmethode is eigenlijk meer ook een methode, vind ik. Je gaat eigenlijk een beetje tegen de trend in vaak. Want we gaan vaak, als de prijs naar beneden gaat, stap je in. We zijn natuurlijk wel bullish en bij een correctie stap je in. Nou, we zijn alweer te laat. Je ziet dat je op de 1 minuut echt wel heel snel moet zijn. Als je meteen in de trade was gekomen, was je er alweer bijna uit geweest. Nou, als deze hieronder, die twee lijnen, al over de helft gaan, dan haal ik de instap weg. Maar dan wil ik, ja, dan is het gewoon te laat. Nou, nu is deze lijn al over de midden heen, de tweede lijn nog niet. Kijk het nog even aan. Maar voor mij is deze eigenlijk al niet meer relevant. Want je ziet ook al, hij is al te flink aan het stijgen. Als die nu naar beneden komt, ja, dan heeft hij eigenlijk
heeft hij eigenlijk wat we willen zien, dat korte stukje herstel, heeft hij eigenlijk al gehad. Dus ik haal hem weg. Hier stap ik eigenlijk liever niet meer in. Vind ik dan zonde als u nu net bijvoorbeeld de TP niet zou raken, dan nog naar beneden komt, wacht ik liever op een nieuwe melding. Dus ik sluit deze af. Ajax had ik nog geen print screen in mijn logboek gezet. Dus dan pak ik hier even de gelegenheid nu. Ga hier op het fotocameraatje staan. Dat was een 1 minuut. Dus ik zet hem even terug op de 1 minuut. We zijn op de 1 minuut ingestapt. Dan ga ik op het fotocameraatje. Zeg ik hier copy link to chart image. En dan ga ik naar mijn logboek. En dan zet ik hier de link neer. Nou is mijn logboek compleet ingevuld. Heb ik een opmerking hierover? In principe niet. Dit was een vrij vlotte trade. De Bitcoin is aan het klimmen, dus eigenlijk niets bijzonders. Wat je hier ziet bij dit logboek, dit heeft Tijmen, onze moderator, gemaakt. Super tof. Zie je ook dat je hier bijvoorbeeld bij de nummers wat rode vakjes ziet. En ik had ingesteld bij de instellingen dat ik wil analyseren bij een verliestrade. En ik wil analyseren als een trade langer heeft geduurd als 30 candles. En als we een tweede bijkoop hebben gehad. En dan zie je ook, als ik dan terugga naar mijn logboek, dat die drie rode trades precies inderdaad die twee verliestrades zijn die ik heb gehad. En deze trade heeft twee bijkopen gehad. Is wel een winsttrade geworden. Maar ik wil hem dus ook analyseren. Dus elke trade met twee bijkopen wil ik even een analyse op last laten als ik straks 100 trades heb gedaan. Waarom, ja. Dat is een bijzondere trade, zeg maar. Waarom het een iets langere trade is geweest en waarom er twee bijkopen kwamen. Ga kijken of dat mijn instap goed was enzovoorts. Dus, en de rest laat ik eigenlijk een beetje liggen. Dat zijn dan de trades waar ik niet echt naar hoef te kijken. Even kijken. Nog even naar de scanner weer. Is die? Moet ik steeds die twee venstertjes, die Altrady die opent in de webversie, sluiten. Dat doet Altrady. Kijk, je klikt op CNScan op de verwijzing naar Altrady. Ga ik dan naar Altrady, dan zie ik daar ook netjes de chart geopend. Maar hij opent ook steeds een webversie. Dus in mijn browservenster, zeg maar, krijg ik ook steeds alle vensters die ik open, komen hier boven in de balk ook bij te staan. Dus die moet ik steeds wegklikken. Maar goed, ik heb daar verder geen problemen mee. Kijk ik nog even in de chat of dat er nog vragen zijn gekomen inmiddels. Even kijken. Marco zegt, hij heeft zich verslapen. Goedemorgen. Nou, dat is ook wel eens lekker, toch? We hebben een mooie zonnige dag inderdaad. Hier schijnt ook volop de zon. Dus straks na deze live sessie ga ik lekker even naar buiten. Lekker een wandelingetje maken en genieten van de zon. Draaiengel heb ik net uitgelegd van Joran de vraag. Patricia zegt, wat is precies liquiditeit opnemen? Patricia, volgens mij neemt de bank dan de bezittingen in beslag. Nee, dat is het niet. Liquiditeit opnemen betekent als jij bijvoorbeeld, als liquiditeit zijn orders. Dus, ik ga nog even de chart erbij pakken. Liquiditeit zijn de orderblokjes die hier liggen in de vorm van stop-loss orders en stop-limit buy orders. Bijvoorbeeld, stel je bent op dit level hier short gegaan. Je hebt hier een short-positie ingenomen, dan heb je ergens je stop-loss staan. Nou, stop-loss orders worden vaak boven een level gezet. Nou, ik heb zelf mijn stop-loss boven de all-time high staan. Nou, stel. Er komt een wickje. Het zou natuurlijk jammer zijn om met een wick worden uitgestopt. Maar dat wickje betekent voor mij wel dat het een vorming van een higher high is. Waardoor mijn bias niet meer geldt dat we nu in een downtrend zijn. Als we namelijk een higher high gaan vormen, is dat een eerste teken weer van ommekeer. Ja, dan word ik uitgestopt. Je moet ergens een stop loss zetten. Dus ik sta met mijn stop loss boven die all-time high. Heel veel traders zullen natuurlijk hier een stop loss hebben staan. Want je hebt een terugtestje al gehad. Met deze wick hier, die wick hier boven. Hier op dit punt zijn heel veel mensen, heel veel traders short gegaan. Boven deze wick lag toen liquiditeit. Hier lag toen liquiditeit van heel veel orders lagen hier. Mensen waren short gegaan, hebben hier boven stop-loss orders staan. Als je een uitbraaktrader bent en we komen hier bij deze trendlijn, dan ga je vaak een stop-limit buy order zetten boven deze wickjes.
Hè, uitbraak treden is treden natuurlijk de uitbraak. Dus dan zit de stoplimit bij orders hierboven. Nou, stoplimit bij orders en stop-losorders van shortposities zijn allemaal inkooporders. Het zijn dus inkooporders op een hoog niveau. Dat zijn dus eigenlijk gedwongen aankopen. Stop-losorders zijn gedwongen aankopen. Stoplimit bij orders zijn wel gewilde aankopen, maar wel met het idee om hoger te gaan. Dus wat zie je dan als al deze bijorders worden gehit? Ja, als een bijorder wordt gehit, gaat de prijs omhoog. Daarom zie je dan vaak ook zo'n lange candle die al deze bijorders hit. Totdat we weer bij een punt komen waar een verkoopwal staat. Heel veel verkooporders. En dat zal hier bij die 75 zijn en net daaronder. Dus ja, hier zie je weer heel veel verkoopdruk. Ik had natuurlijk mijn stop-losorder hierboven kunnen zetten. Maar dan kan ik maar met zo'n klein portfolio instappen. Ja, dat vind ik dan ook weer niet lonen. Dan is de R van zo'n trade niet prettig. Als je nu op deze trade klikt. Kijk, de R van deze trade, risk reward, was 10. Dat is natuurlijk een supermooie R. Nou, inmiddels kan deze trade geen verlies meer worden. Want je ziet dat TP1 gehit is en de stop-loss staat nu veilig. Dus ja. Is het nu duidelijk wat liquiditeit is? Dat zijn dus orders boven een bepaald level. Dit is een level. Hè? Je ziet heel veel afwijzing op dit level. Ook op de dagchart zeg maar, zie je ook dat we komen er niet meer doorheen. We kunnen geen candle open en close boven dit level krijgen. Teken hem nog even. Dus hier is al heel veel, hier liggen heel veel orders. Dat noem je liquiditeit. En die kan worden opgehaald. Dus liquiditeit ligt hier boven dit level. En liquiditeit ligt hier onder dit level. Is ook een beetje al opgehaald. Dat zie je hier. Deze wick hier is net onder deze wick gekomen. Kun je niet even niet zien door alles wat ik heb ingetekend. Maar die wick ligt lager. Dus onder deze wick lagen de stop-loss orders van de longposities. Nou, zodra die daar komt, de prijs, zie je hem ook ineens weer met 10% is die meteen omhoog gegaan. Dus al die stop-loss orders zijn gehit. En iemand heeft die dus gebruikt, een whale gebruikt dus de stop-loss verkooporders om in te stappen. En dat is ook gelukt, want die heeft een mooie trade kunnen zetten. Als je kijkt dat hier, als hier een whale is ingestapt op die stop-loss orders. Nou, we hadden meteen een reactie. We zitten nu alweer op 10% hoger. En dat was ook die reactie was ook meteen 10%, had ik gezien. Dus ja, dat is natuurlijk een super mooie trade om dan daar in te stappen en omhoog te gaan. Dus liquiditeit zijn orders. En vooral ik noem liquiditeit zijn verkooporders op een laag level en inkooporders op een hoog level. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Oh, Tijmen geeft ook al een antwoord. Liquiditeit zijn heel veel orders en stoplosses precies. Op ongeveer dezelfde plek. Vooral de stoploss vinden de grote spelers interessant. Mooi uitgelegd, Tijmen. Klopt helemaal. Nou, dankjewel. Tijmen deelt ook al wat linkjes. En zegt ook bij liquiditeit ophalen duwen grote spelers de prijs richting de stoplosses. Helemaal goed. Door de stoplosses schiet de prijs naar beneden of naar boven, afhankelijk van short of long. En daar verdienen grote spelers aan. Nou, precies dat inderdaad. En als je zelf dus met een grote portfolio trade, heb zelf de stelregel dat ik denk van, ik ben geen whale, want dat portfolio heb ik nog niet. Maar ik ga me inbeelden dat ik een whale zou zijn. Stel, ik ben een whale, waar zou ik dan in de markt willen komen? Of waar zou ik dan in de markt kunnen komen? Willen en kunnen is natuurlijk nog iets anders. Ik wil ergens in de markt, maar kan ik daar ook in de markt komen? Want je kunt alleen maar in de markt komen als je order wordt gevuld. Stel, ik wil hier long, op dit leveltje wil ik long. En stel, ik heb voor 1 miljoen aan long orders. Dan betekent dit dat ik dus voor 1 miljoen aan verkooporders nodig heb om voor 1 miljoen aan long orders te kunnen vullen. Want het is een zero een sum-zero game of een zero-null game. Elke verkooporder is een inkooporder. Elke inkooporder is een verkooporder. Ik kan niet voor 1 miljoen inkopen als er niet voor 1 miljoen aan verkooporders staat. Maar wie wil er verkopen op dit punt? Ik niet. Ik verkoop liever hoog. Maar waar staan dus verkooporders? Ja, onder dit level. Want de traders die hier long zijn gegaan, al die traders bij elkaar die dus samen hopelijk mijn 1 miljoen orders zouden kunnen vullen, hebben hieronder hun stop-loss-order staan. Dus een whale stapt hierin en gaat omhoog. Nou, waar zou deze whale willen verkopen? Het liefst zo hoog mogelijk. Dus waar vinden de whales die hier zijn ingestapt zo hoog mogelijke inkooporders om hun verkooporders te vullen? Ja, boven deze levels. Ik ga nu eerst even een trade zetten. Moment. Nou ja, hij zegt onder. Oh ja, hij is nog actief. Op 1 minuut.
Dagdala is niet meer actief. Ondo op de 1 minuut. Nou, je ziet, we hebben hier wat stabiliteit gezien. Hij is hier niet hier aan de bovenste band geweest. Hier aan de bovenste band geweest. Hier net niet meer eigenlijk. We krijgen hier ook zo nu die vorming van dat olifantenslurfje. Dat de banden smal zijn en heel wijd worden. Ik meet ze even op. Nou, 2,25. Heel even naar een andere melding kijken, want ik twijfel hier een beetje omdat we dus aan het zakken zijn. Zie daar, ik wacht. Ik heb nou het gevoel, de olifantensluif, we gaan wat verder zakken. Omdat we ook flink gestegen zijn. Kijk, 24% gestegen. Nou, we hebben één keer zijn we dus gestegen. We zijn nog hieronder geweest om wat brandstof op te halen. En dan hier zie je ook die lange candles omhoog om hierboven die liquiditeit op te halen. Dat is gebeurd. Ja, de kans dat we nu gaan zakken naar de MA200 bijvoorbeeld, is mijn ogen nu wat groter. Kijk even wat de Bitcoin gaat doen. Ik zal hem nu ook even openen. Die zet ik altijd even helemaal aan de kant. En dan sluit ik even deze allemaal. Die hebben we niet meer nodig. Die hebben we niet meer nodig. Nou, Ondo. Bitcoin. Op de 15 bekijk ik die. Oh. 15 minuten. Nou ja, flink gestegen. Vindt hier nu wat stabiliteit. Dus ja, is nu dus bezig, wat je hier nou straks zou kunnen zien, net als hier ook die lange candles liquiditeit uitleggen, trapsgewijs naar beneden, lange candles naar boven. Nou, dit is dus, hier zijn mensen short gegaan, dit zijn de short posities die op dit moment worden uitgestopt. Nou, hier zijn mensen short gegaan, hier ligt liquiditeit, dus we kunnen een lange candle, als die eenmaal hier doorheen breekt, dan zie je ook die lange candles omhoog. Nou, het duurt even om het doorheen te breken, omdat dit ook een nieuw level is om short te gaan. Hè? De onderkant van deze high, daar wordt op geshort. Dat zie je nu ook gebeuren. Dus eerst wordt er op geshort. Nou ja, lukte de whales om nu de prijzen door te pushen helemaal naar boven? Dat is de vraag. Dat weet je niet. Nou, ik ga nog even naar Ondo. Je ziet ook de prijs gaat verder zakken. Hè? Banden zijn nu breder aan het worden. Zijn inmiddels al 2,9%. Bijna 3% op de 1 minuut. Voor de 1 minuut vind ik ook 3 vaak maximale bandbreedte. Wil ik hem liever niet breder hebben. Ik krijg nog veel meer meldingen binnen. Dus we gaan nog even kijken naar de scanner. Ja, steeds op Ondo. Nou, je ziet ook als er meerdere meldingen steeds op de 1 minuut achter elkaar komen op Ondo. Dan is het ook even voorzichtig zijn. Er komen even meldingen. De prijs is dus aan het zakken. Want we krijgen steeds nieuwe meldingen. En dat is steeds als er weer een candle close lager komt. Dus we houden deze in de gaten. Kijk, je zag ook net dat die groene lijn van de stochastic, die gaat steeds weer naar beneden. Die is heel erg aan het twijfelen. Het springt omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Nou, we hebben nu weer een candle. Hij wijst nog steeds naar beneden. Dan hebben we hier de MACD. Die neem ik niet mee als instapvoorwaarde. Maar ik hou hem nu wel in de gaten. En je ziet ook dat hij donkerrood is. En ook naar beneden aan het zakken is. Want dat is het momentum. Dus dat wordt nu flink op het gaspedaal gedrukt. En niet de kant op die wij willen, want wij willen omhoog. En dan wordt op het gaspedaal gedrukt omlaag. Dus ik ben nu even voorzichtig. Zie ik hier een ommekeer? Ja, dan zou ik wel in willen stappen. Puur ook voor het live traden. Hè? Zelf is dit van mij nu, als hier zo'n olifantenslurf komt, ja, wil ik toch eerst even wat stabilisatie weer zien. Dat ik echt een beetje ook zie dat die lijnen richting niemandsland gaan. Dat het echt om aan het keren is. Op dit moment twijfelt mij die groene lijn nog te veel. En gaat steeds door de rode lijn heen. Komt weer terug. Gaat er weer doorheen. Komt weer terug. We wachten hier nu even op stabiliteit. Ja, ik treed op AltReady. En je kan deze inderdaad 2 weken gratis uitproberen. Marco zegt, zo is het, Tijmen. En hoofd koel houden en rust bewaren. Even kijken. Zei Tijmen nog van liquiditeit ophalen duur grote spelers. Ja, had ik net al voorgelezen. Inderdaad, de trade richting of de prijsrichting een bepaalde kant. Dus ik ben zelf van mening van, if I can beat the whales, I join them. Dus ik kijk van, waar stappen hun in? Even kijken naar deze trade. We zien nu wat stabiliteit. Deze candle is bijna klaar. Je ziet dat hij toch alweer naar beneden wil. Even kijken of dat het een groene candle blijft en of dat die naar omhoog wil blijven gaan. Dat we dus toch instappen
En mochten we dan, mocht die verder dalen, kunnen we altijd bijkopen. Kijk, ik wacht nu toch even de hele candle af. Blijft die groen? Ja, hij blijft groen. Dus ik ga toch instappen. Long for the ask. En ik activeer hem. Nou, de prijs is ineens flink omhoog gesprongen. Nou, ik zet even break-even staat. Nou, hij wil niet. En dan ga ik meten vanaf de break-even. 0,9. Dan moet nagaan wat hij snel omhoog beweegt. Ik zet hem even op 0,5. Ongeveer hier op deze candle close. Zo, dan zet ik hem op. En ik meet even de stop loss. Die staat op min 10. Als het goed is. Ja, die staat ook goed. Dus ik activeer de trade. Nou, je ziet ook. We kunnen hem behoorlijk en zakken. Nou, je hebt hier een top. Kijk al een beetje zo. Het algehele plaatje heb je een top. Bodem. Een top gevormd. Nou, we willen dan een nieuwe bodem. Dit zou support kunnen zijn, hè? Op zo'n topje zou je wel wat weerstand vinden. Nou, of wat support kunnen vinden. Ik ga even kijken. Onze eerste bijkoop. Waar zouden we die willen zetten? Nou, in mijn log tradeplan, sorry, staat dat ik de eerste bijkoop doe op de afstand van de Bollinger Bands. Nou, die ga ik weer opnieuw opmeten. Met het meetlintje. Nou, bij mijn instap waren die banden 3,7. Voor een 1 minuut is dat best wel aan de ruime kant. Maar dat zag je ook al wel omdat de banden hier smal werden. En dan krijg je ineens een olifantenslurfje. Dan zie je ook dat de banden wat breder worden. Dus ik ga mijn eerste bijkoop ongeveer zetten op 3,5%. Dan zet ik een lijn neer. Dat is onder deze zwarte lijn. Dat is de MA200. Hou ik voor mezelf in de gaten. Ik koop sowieso bij als de trade hier komt. Koop ik sowieso bij. Dan zit je al wel aardig, zeg maar, ver van die break-even af. Als je op dit punt bijkoopt en je wil daarna je stop loss op 2% van je portfolio zetten, dan betekent dat dus dat je al redelijk dicht bij die stop loss in de buurt komt. Dus je moet wel opletten straks als de prijs verder zou gaan dalen naar de bijkoop en we komen richting hier. Want de tweede bijkoop wil ik dan ook op de breedte van de Bollinger Band zetten. Dat is ongeveer hier. Weer 3% lager. Zet ik hier ook alvast een tweede lijn neer. Dat je al redelijk dicht bij deze stop los komt. Dus als je hier nog bij zou kopen. Dat is vanaf nu zou je dan dus op 7,5% bijkopen. Dan kan je al bijna je stop los niet meer op 4% zetten. Want je wil maximaal 4% op je portfolio straks je stop los zetten. Omdat we met 10% instappen. De tweede bijkoop ook met 10% doen. En de derde bijkoop met 30% doen. Dus steeds met, we hebben ons portfolio door 10 delen gedeeld. Dus met 1 deel, nog een deel en dan met 3 delen. Zitten we dus met 50% van onze portfolio steeds in een trade. En dat betekent dus dat je als je stop loss op 4% zet, je maximaal 2% verlies op je portfolio kunt hebben. Maar ik hou er altijd rekening mee, als ik hier pas kan bijkopen, is het alleen lastig om die stop loss nog op 4% te krijgen. Dus ik kijk dan even hoe de trade loopt, als het nog nodig is. Als ik één bijkoop heb gedaan, of dat ik dan nog wel de tweede bijkoop doe als die zo laag komt. Dan wil ik echt eerst weer zien dat je toch wel wat herstel gaat zien. Toch wat omhoog gaat eerst voordat ik die bijkoop doe. Want dan kun je soms kun je beter niet bijkopen en je verlies pakken en de trade uit laten lopen. Want dan is het verlies kleiner als dat je bij zou kopen. Maar zo te zien zijn we alweer uit de trade bijna. Ben benieuwd of dat die. Nou, hij is al gevuld. Dus is al niet meer nodig om na te denken over een bijkoop. Kijk even of dat die volledig is gevuld. Ja, hij is volledig gevuld. Want de stop loss verdwijnt. Dat zie je ook. Ik kan hem invullen. Even kijken. Hij geeft hier nu aan netto PLN 0,34. Ik had de stop loss, naar mijn inziens, wat hoger gezet op de 0,5 of de TP. Dus ja, waarom die dan maar 0,34 aangeeft, soms wil het dan niet precies kloppen. Wat je dan wel kan doen steeds, is het invullen bij de positie invoer als je de trade zet, om dat daar correct in te vullen, die 0,5.
Want je ziet als je opmeet, zoals ik deed, dat het dan toch niet 100% goed staat, zeg maar. Hij heeft maar 0,34 gepakt. Terwijl als je hem invult, als je hier bij de instappen van de trade, ik zal het dadelijk laten zien, invult, dat je dan wel meer zekerheid hebt dat hij ook op 0,5% staat. Maar goed, ik ben tevreden. Het is een kleine winst, maar alle kleine beetjes helpen. We vullen de trade in. Het was op de 1 minuut ondo. We zijn erin. Even kijken. 9:40 uur en uit 43. 3 minuten later. Dit zijn echt van die hele snelle trades. Nou, het was ondo. Op de 1 minuut. 9:40 uur. We hebben geen bijkoop gedaan. 9:43 uur weer uit de trade. En ons saldo even invullen. Dat zou niet zoveel hoger zijn. 2,49 en 6 cent. Nou, je ziet 0,04% op portfolio heeft het opgeleverd. Is ietsje minder als de planning was. Maar dat komt omdat ik dus heb gemeten. Dus ik heb dus opgemeten de winst in plaats van het hier in te vullen. Dus ga je echt, wil je precies steeds dezelfde winst hebben, kun je het hier invullen. Zal ik zo meteen laten zien als we weer in een trade zouden stappen. Kan ik zien hoe je dat doet. Kan ik laten zien hoe je dat doet. Kopieer nog even het linkje. Volgens mij hoef je hier niet per se op te klikken. Ik doe het uit gewoonte altijd wel. Nou, het linkje erbij gezet. Zo kan ik mijn trades bij de analyse altijd terugkijken. Nou, dan krijgen we meldingen binnen. Oh, dus ik heb de Bitcoin-meldingen nog aanstaan. Die moet ik even uitzetten. Want daar heb ik niks aan op een spotplatform. Want de banden zijn vaak te smal. Je ziet ook hier, Bollinger Bands van de Bitcoin. 0,37. We hebben twee meldingen binnen. 0,3 de banden, 0,37 de banden. Daar kun je natuurlijk niks mee met de stopmethode als je op een spotplatform moet traden. De fee is al op al of voorbij met al 0,1%. Dus stel je gaat met of 0,01. Stel je gaat met een market order in en je wordt market ook weer uit de trade gevuld. Als stel de prijs stijgt snel, je wil ook market weer uit. Dan is de fee al 0,02. Sorry, 0,2, ik zeg het goed. En als je dan de banden hebt van 0,1, van 0,3, dan heb je dus geen winstmarge. Want dan zit je al boven je banden. Ik trade wel nog steeds op een leveraged platform. Dat is op Maxi. Maar dat is een ander verhaal. Dat doen we vandaag niet. En zolang als het kan, blijf ik dat ook doen. Het zal binnenkort ook afgelopen zijn. Want ja, het mag niet meer in Nederland officieel. Hè? Exchanges mogen dat niet meer. Of in Nederland mag futures traden niet aangeboden worden op deze manier. Zolang als het duurt, blijf ik het doen op Maxi. Want de fee is daar lekker laag. En zolang als het nog kan, doe ik het. Ik heb er wel maar een heel klein portfolio staan. En trade dan met een hele hoge leverage. Om mezelf te beschermen. Mocht het platform omvallen. Dan, ik heb alleen maar dat bedrag wat ik kan verliezen, zeg maar, heb ik daar staan. En meer niet. En daardoor pak ik een hele hoge leverage. Zodat ik toch met mijn hele portfolio kan traden, maar het niet op de exchange hoef te zetten. Dat is natuurlijk een groot voordeel als je met leverage kan traden. Dat je maar een klein deel van je portfolio op de exchange hoeft te zetten. Maar ja, het is zo. Het mag niet in Nederland meer binnenkort. Dus ik ja, doe het alleen nog maar met een klein portfoliootje. En dan zet ik even hier in AllTrade, zet ik het e of in, sorry, in CNScan, zet ik even de meldingen uit. Want ik heb hier een speciale instelling voor stopmeldingen op de Bitcoin. Want dat doe ik op Maxi dus nog steeds. Ik zet ze even uit. En dat is met de strategieën. Dan zie je ook, ik heb een speciale instelling voor de Bitcoin long. En ik heb voor altcoins een speciale instelling. Dus de Bitcoin zet ik even uit. Want daar hebben we niks aan op Bybit Spot. Nou, dan zie je ook die meldingen verdwijnen. Ga ik even verder lezen in de chat. Tijmen zegt, ik moet er helaas van door. Succes, Connie. Dankjewel. Marco zegt, de aanval in Iran werkt ook niet mee. Onzekerheid in de wereld. Ja, dat klopt. Ik moest er wel om lachen hoor, toen het nieuws uitkwam. Want ik was zaterdagavond, had ik even, denk nou, voordat ik naar bed ging, zette ik even de chart aan. Toen was de Bitcoin ineens hard aan het droppen. En ik zei al tegen mijn vriend ook van Wedde dat morgenochtend in het nieuws staat, de aanval op Irak heeft de Bitcoin drop veroorzaakt. Tuurlijk, het kan als paniek gezien worden, maar ik zit aan altijd over na te denken, hoe kan dat nou? Dat mensen
wordt dat dan massaal ineens verkocht bij die aanval? Want niet iedereen zit toch online en houdt het nieuws in de gaten en verkoopt op dat moment. Ik denk gewoon, want ik zat al short en ik had al de verwachting dat we omlaag zouden gaan. En ik wist niet eens dat er aangevallen zou worden. En er zijn ook grotere partijen die dat al hebben gedaan. Alleen nieuws wordt vaak gebruikt waar mensen, ons menselijk brein wil alles verklaren en wil alles overal een reden aangeven. En we moeten weten waarom daalde Bitcoin. Nee, omdat er dus een aanval is geweest. Ja, ik denk niet dat dat de reden is. Maar je hebt altijd, het zal altijd mee aan bijdragen. Hè? Want je krijgt natuurlijk angst in de markt. Maar het is altijd op het moment dat het uitbreekt, zijn we al aan het dalen. Dan zou toch iedereen die in Bitcoin zit op dat moment moeten verkopen, waardoor de prijs daalt. Dus ik vraag me altijd af, ik neem het met een korreltje zout. Hè? Want ik weet vaak ook al dat ik zeg van oké, morgenochtend staat er in het nieuws, de aanval van Irak heeft die daling veroorzaakt. Terwijl heel veel traders al short zaten en het eigenlijk niks met die aanval te maken heeft. Maar het nieuws wordt altijd gebruikt. Ook vaak door grote partijen om grote orders te dumpen, waardoor het niet opvalt dat je aan het dumpen bent. Dan wordt vaak een nieuws iets wordt gebruikt, ook als er nieuws aankomt, hè, om dat dan te gebruiken om de prijs in een bepaalde richting in te sturen. Maar dat is mijn mening. Of dat waar is, weet ik niet. Dat is puur een mening. En meningen verschillen natuurlijk. En iedereen mag zijn eigen mening daarover hebben. Ankie, goedemorgen. Leuk dat je er nog even bij bent. Of dat je weer bij bent. Marco zegt, en ja, een prijs stopt nooit zomaar ineens. Nee, klopt. Patricia zegt, dankjewel voor de uitleg. Het is ook fut, inderdaad. Mee eens. Heel veel fut ook. En ja, het is gewoon prijs. Wordt ook gemanipuleerd. Moet er gewoon eerlijk in zijn. Er is genoeg prijsmanipulatie, zeker met Bitcoin. En ja, daar moet je tegen kunnen. Het is misschien niet eerlijk. Maar ja, aan de ene kant, wat is dan ook eerlijk? En het is gewoon prijsbeweging, vraag en aanbod. En hoe groter je wordt, als je eenmaal een whale bent en je wilt dat spelletje doen, heb je nu eenmaal ook grote orders nodig om in en uit de markt te stappen. En dat is ook een stukje van het spelletje. Die whales willen ook meedoen, die whales bepalen ook de markt, hè. Die sturen ook de markt, mijn inzien, is mijn mening. En ja, if you can beat them, join them. Join them. Probeer te denken like een whale. Waar gaat een whale in de markt? Waar gaat een whale uit de markt? Probeer met ze mee te denken en het spelletje mee te spelen. En je zult zien, het werkt. Voor mij wel in ieder geval. Ja, precies. Economische redenen. Alles speelt mee. Je moet ook de macro-economische situatie niet vergeten. Hè? Hoe het nu in de markt is enzovoort. Alles speelt gewoon mee. Dat is zeker zo. Nee, er komen nog geen nieuwe meldingen. Kijk nog even, zijn er op dit moment nog vragen? Ik heb nu even de tijd om vragen te beantwoorden. Zijn er nog vragen over de stopmethode? Nog vragen over de stopmethode, over de instap enzovoort? Nou, je ziet nu ook, ik pak even de trade bij die we hadden, hè. Je hebt hier smalle banden. Daarna werden de banden breed. Nou, de stopmethode pakt eigenlijk hele kleine winstjes bij een korte correctie. Mis je die winst? Ja, dan moet je vaak ook echt bijkopen. Daarom is de stopmethode ook echt wel een bijkoopstrategie. In een hele bullish trend kun je ook mooie winsten maken met 100% instap, meteen een stop-loss neerzetten. Maar over het algemeen, ik spreek dan uit ervaring, werkt de stopmethode het allerbeste met bijkopen. En de stopmethode is ook een bijkoopmethode. Die is winstgevend omdat je steeds bijkoopt. En daardoor je break-even omlaag kunt halen. Kijk even naar de melding die binnenkomt. Weer ondo en vet. Kijk even naar vet. Die heeft in het algemeen altijd wel smallere banden. Nu zijn ze breed genoeg. Kijk even naar vet. Is deze op de 1 minuut. Ook deze is behoorlijk gestegen. Kijk, vaak zie je bij vet ook, hij stijgt en gaat dan helemaal zijwaarts heel lang. Kijk even wat die banden hier waren. Ik treed niet zo graag op vet namelijk. Ja, hier worden de banden alweer smal en vet zijn van mij altijd lange trades. Ik ben niet zo'n fan om daar met de stopmethode op te treden. Dus ik kijk liever nog even naar Ondo, wat die aan het doen is. Hier voor het laatst bij de bovenste band geweest. Hier net niet en hier niet meer. Een hele kleine winst. En daarna gaat hij weer dalen. Nou, we krijgen nog weer een nieuwe melding.
Even kijken, toch weer ondo. Hè? Je ziet dat het een beetje ondo komt, steeds terug. Is op dit moment wel een munt die gewoon dus niet aan de bovenste kant van de banden zit, maar aan de onderkant en daardoor meldingen geeft. Nog een keer naar vet kijken. Banden even opmeten, die waren hier breed genoeg. Hij is nu alweer gestegen met 0,34, dus ze zijn eigenlijk alweer te laat. Want de banden zijn net krap aan, zo anderhalf. Dus we hebben die ruimte ook nodig. Dus je moet dan ook echt snel instappen. Nou ja, omdat we ook met ons tradeplan op een groene candle wachten, betekent dat dat ik hier nu in zou kunnen stappen. Nou, hoeveel ruimte heb ik dan nog tot aan die MA? Ja, dat is nog maar 0,4 en ik moet toch echt 0,7 moet ik hem zetten. Dat is hier boven de MA20. De rode lijn is de MA50. Dus daar, die werkt vaak toch wel als een plafond. Dus nee, dan had je hier echt meteen in moeten stappen op een rode candle. En ja, op dit moment staat in mijn tradeplan, ik wacht op een groene candle. Dus ja, ik vind deze ruimte nu te klein. Dat ga ik niet doen. Ondo bekijken. Nou, die is verder aan het zakken, hè, zoals we ook eigenlijk verwacht hadden. Je ziet het ook wel, hè, flinke stijging gehad hier. Met liquiditeit opgehaald en gaat nu dalen. Hoe breed zijn de banden hier nu? Even kijken. 1,9. Ziet ook banden worden weer wat smaller. Ik denk echt wel dat we nu wel wat verder nog gaan zakken. Zeker tot hier zo onder deze low. We hebben hier een high gezet, een low gezet. Gaan we nu een higher low neerzetten. Maar dat zijn dingen die ik niet meeneem voor de instap. Bij de instap kijk ik echt alleen hoe beweegt de munt. Nou ja, 21% gestegen. Heeft hier alleen maar een stijging laten zien, hè? Weinig herstel. Komt niet meer aan de onderste band. Nou, hier komt hij weer aan de onderste band, geeft wat herstel. Hier ook. En nou ja, en hier hebben we dan die kleine winst kunnen pakken. Maar dat is echt wel krap aan geweest. We hadden echt niet veel hoger moeten zitten. Even kijken of is die nog met een wikje hoger geweest. Nou, niet, nee, niet veel hoger, een klein beetje maar. Dus je had die kleine winsten van die stopmethode. Maar we hadden ook niet veel later in de trade moeten zijn. Dan waren we dus niet uit de trade geweest. Ik weet niet of dat er iemand van jullie is ingestapt en er nog in zit. Ja, je ziet ook nu geen beweging meer hier. Ik vind vaak ook wat ik beweging noem is dit. Dat die dus echt heen en weer gaat. Kun je heel mooi zien aan de stochastic hier. Nou, dat vind ik mooie beweging. Als je hier short trades neemt, komt die steeds terug tot aan de MA20. Nou, je ziet hier dat die eigenlijk aan het dalen is, maar niet meer terugkomt. Niet eens tot aan die MA20 hier. Dus ja, ik vermoed dat deze verder gaat zakken. Kijk, het wil niet zeggen dat het geen winsttrade kan worden. Maar ik vind het herstel nu gewoon ja, niet mooi genoeg. Je ziet ook hier, hij zakt, komt niet eens meer tot hier, zakt weer door. Misschien dat hij hier onder zakt en dan weer een keer naar de MA20 komt. Maar ja, voor mij, ik laat deze nu liever gaan. Want kijk, hier was hij het laatst aan de bovenste band. In sluiting, hè, boven de Bollinger Band. Hier tikt hij hem even aan. En dat was het dan. Dat is toch best wel een lange periode. Meet het even op. Dus dat is inmiddels al 55 candles, dus 55 minuten. Is deze eigenlijk al niet meer boven de Bollinger Bands gesloten. Dat is best wel een lange periode. Kijken of dat we nog een andere melding hebben. Blur op de 3 minuten. Die hebben we nog niet gehad vandaag. Even kijken. Ook deze is hier flink gestegen. Komt hier van de bovenste band. Laat wel beweging zien. Even kijken. Ik meet dan altijd die beweging op. Daling en stijging van die range. Toch 7% dat die op en neer gaat. Hier voor het laatst aan de bovenste band geweest. Sluit hier wel onder de Bollinger Band. Nou, deze lijn gaat omhoog. Ik wacht nu even of dat deze wat meer richting niemandsland gaat. Voordat ik in zou stappen. Ja. Hij is hier aan de bovenste band geweest. Geeft je wat herstel of wat daling aan. Ja. Ik wacht de candle af en ik wacht af of dat hij toch richting niemandsland gaat. Ik vind het nu toch wel wat onzeker omdat alles zo aan het stijgen is geweest en nu weer aan het dalen gaat. Dus het ligt nu ook echt een beetje aan de Bitcoin. Gaat die klimmen, zal deze ook weer gaan klimmen. Gaat Bitcoin zakken, nou ja, zal deze ook gaan zakken. Dus sowieso zou ik nu met mijn privéportfolio even overslaan. Maar voor het live traden wil ik wel nog een trade nemen. Maar wacht ik nou wel even wat hij gaat doen hier. Kijk, stiekem nog even snel naar de Bitcoin. Ja, je ziet ook dat hij nu hier wat twijfelt, hè?
wat stabiliteit geeft. Dus of we gaan nu zakken, of hij gaat dadelijk echt zo, ja, flink omhoog klimmen om deze liquiditeit hier op te halen die hierboven ligt. Hier liggen natuurlijk stop-loss orders. Vaak in het middengebied zelf, als ik zou traden op de 15 minuten, zou ik hier nu short gaan, zeg maar. Ik ga dat het middengebied short. Dus boven deze wikjes, ik zet even een lijn neer. Hier zou ik shorten. Doe ik zelf niet op de 15 minuten, maar als ik het zou doen op price action, zou ik hier dus ongeveer op het middengebied op de terugtest short gaan. Dus hier zo. En dan zie je vaak hier wordt flink geshort nu in dit tussenstuk. Komt hier boven, zie je echt lange candles. En Blur ook, je ziet dat die munt is gestegen. En ja, alles wacht ook een beetje wat gaat die Bitcoin nu doen, hè? Dat is een beetje zo'n onzekerheid. Gaat die Bitcoin stijgen, ja, dan zal deze ook omhoog gaan. Gaat de Bitcoin zakken, zal deze ook zakken. Dat vind ik vaak wel jammer met altcoins, dat die zo worden meegetrokken door de Bitcoin. En vaak ook echt tegelijk, hè? Dat is heel gek is dat eigenlijk. Dat dat zo snel op elkaar kan reageren. Dan denk ik soms, hoe dan? Want ja, je houdt dat toch niet continu in de gaten dat het ook zo tegelijk dan gebeurt. Maar goed, voor deze live trade sessie zou ik nog wel een trade willen nemen. En ook om hem te laten zien van mensen die dan nog wat onzekerder zijn en misschien al in de trade dan stappen en denken, hoe moet ik dan reageren als we echt hier naar onderen zakken? Wat moet ik dan doen? Hoe kan ik dat oplossen? Dus we kijken even of dat hij voldoet aan alle voorwaarden. Dit is een rode candle. We zitten in oversold gebied. Wordt het een groene candle? En gaat hij al een beetje richting niemandsland, dan stap ik in. Zet hem alvast klaar. Oh, wat doe ik nu? Geen idee, dit heb ik nog nooit gehad. O jee, o jee, een instelling. Oh, ben weer terug. Zo kun je zien dat je ergens op kan klikken en helemaal niet weet wat het was. Even kijken. Hebben we nog andere meldingen? BHC op de 1 minuut. Ook even naar kijken. Je ziet hier wel op de market climate nog steeds alle zes de pijltjes omlaag. Ik trade dan niet. Maar voor de live trade sessie gaan we daar naar kijken. Dat is deze munt. Nou, je ziet ook flink geklommen, hè, zoals bijna alle munten. Wachtend nu als ze ergens bij een vorige high komen. Kijk, deze zit hier al boven. Dus die is al overheen geklommen weer. Gaan we kijken, deze krijgt ook heel veel volume ineens. Nou, dat zijn 1 minuut candle, 1 minuut candles, flink mooi aan het bewegen. Is nu weer aan het zakken. We hadden dan eigenlijk op deze groene candle in kunnen stappen. Kijken of dat ruimte genoeg was. Ja, net kiele kiele. Dan kijk ik nog even naar Blur. Die is op de 3 minuten. Ja, je ziet ook, hij wil niet meer bewegen. Volume neemt weer wat toe. Nou, deze was achteraf een winsttrade geworden waarschijnlijk. Ik doe hem weg, want dat willen we helemaal niet zien. Een vet doe ik ook weg. Oudere meldingen. Nou, we concentreren nu op deze. Nou, je ziet nu een groene candle. Bijna klaar. Ik ga hierop instappen. Voor de askprijs. En ik stap in. Het was op de eerste, tweede, derde candle. Nou, je ziet nu wel mijn TP. Ik heb het niet echt goed opgelet. Zie dat die toch boven die MA staat. Maar misschien is die wel versprongen. Ik zet even break-even staat. En ik meet hem even op. En dan zie je tot de MA is 0,34. Eigenlijk net te weinig. Dus in principe heb ik hier even niet opgelet dat inmiddels de banden eigenlijk niet meer breed genoeg zijn. Maar goed, ik zet hem op 0,5 neer. En dat is net boven de MA20. Dan kijk ik even hier, dat wilde ik laten zien hoe je dat in kan stellen. TP, hier staat die 0,82. En dan zetten we hier, maken we 0,7 van. Zo staat het in ons tradeplan. En dan kun je het wat preciezer neerzetten. En dan de stop loss, die hebben we. En dan even bij. De stop-loss hebben we op 10%. Dus die doe ik hier ook even corrigeren. Dus als je echt precies het neer wil zetten, dan kan dat is een alt-trade. Op het moment dat je de trade opent en zet, kun je bij TP hier invullen zoals je het in je tradeplan hebt opgenomen. En dan staat die echt precies goed. En dan zeg je place order. Activeer je de trade. Nou, we zitten er weer in.
Ik zet hem meteen in mijn logboek. Ingestapt 10:03 op Blur. De munt heet Blur. Op de 1 minuut om 10:03. Nou, hebben we een bijkoop? Weten we nog niet. Wanneer we uit de munt zijn, weten we nog niet. Dus dat is nu even afwachten. Ik ga nu wel weer kijken, waar wil ik mijn eerste bijkoop neerzetten. Nou, we zijn hier ingestapt. Banden zijn hier 1,87. Daar wil ik ongeveer mijn bijkoop hebben. Zet ik daar een lijn neer. Dat is mooi, want als het te laag komt, die bijkoop, als de banden dus heel breed zijn, dan is een tweede bijkoop weer een risico, want die komt dan eigenlijk bijna te laag om nog met 4% uit de trade te gaan. Dus dat zou ik dan ook niet doen, zo'n tweede bijkoop. Ja, want dan krijg je soms ook vragen over wat doe je dan als je hier pas bij kan kopen voor de tweede keer. Niet bijkopen, zou ik dan zeggen, want ik wil niet het risico lopen om dan mijn stop los eigenlijk te dicht bij mijn entry te hebben staan. Want dan staat die stop los daar waar je bijkoopt bijna. Dan koop ik liever niet bij, want dan geef je de trade wat meer ruimte. En gaat hij dan echt herstellen, zie je echt duidelijk herstel naar boven toe. Ja, dan kun je alsnog bijkopen bij een volgende melding. Even kijken in de chat nog. Patricia zegt, ik ga jullie laten. Oh ja, groetjes. Stella is er ook vandoor. Jij ook een fijne trade week. Nou, verder zie ik dus geen vragen in de chat. Heb je vragen, stel ze gerust. We hebben nu de tijd om ze te beantwoorden. En je kan ook in onze Discord server, is er altijd wel een van de moderators online. Vooral door de week zijn we altijd wel online. Heb je een vraag, in onze Discord server heb je heel veel draadjes over allerlei onderwerpen. En daar kun je dus je vragen stellen. En ja, je krijgt vrij snel antwoord. Ik ben bijna altijd online, vooral door de week. In het weekend wat minder, maar door de week ben ik eigenlijk altijd wel per dag een paar uur online. Dus stel gerust daar je vragen. Misschien kan iemand nog, een van de, als dat nog een moderator is, Tijmen is al vertrokken zie ik. Misschien dat Helga de link kan plaatsen van onze Discord server. Ja. Heb je nou... De mensen die ons hier nu deze video bekijken en onze gratis live trade sessies volgen op maandag, zijn ze dus op YouTube. Als wij financieel blij op donderdag hebben we ook live trade sessies, dus op donderdag live gaan, dan is dat niet op YouTube, maar dan gaat dat via de Blije Academie. Dat is dus een speciale ledengroep. En op de Blije Academie gaan we dus op donderdagavond live. En die live trade sessies zijn van 19 tot 21 uur. Elke donderdagavond. Maar die zijn dus alleen maar toegankelijk voor leden. Nou, zo'n lidmaatschap kun je al gratis toegang krijgen tot de live trade sessies vanaf het laagste lidmaatschap. Dus de brons lidmaatschappen. En dan kun je dus meekijken zoals we op donderdag traden. Nou, op donderdag noem ik zelf altijd een beetje zijn de live trade sessies in... soort van kleine mini-clinic. Dus dan gaan we wat dieper in op andere trade-methodes. Dus dan gaan we niet alleen maar met de stop-methode traden, maar ook met andere trade-methodes. En dan laten we ook zien, vertellen wat meer over speciale onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld, ik heb in maart een live trade-sessie verzorgd op donderdag. En dan heb ik dus gesproken over de Bitcoin-dominantie en de USDT-dominantie en hoe je die kunt gebruiken om de cryptomarkt te navigeren. Ik vind dat een hele belangrijke, die dominantie, om ook de bewegingen in de cryptomarkt in de cyclus te snappen. Want zo'n marktcyclus is gewoon vier jaar ongeveer, duren macro-economische cyclussen. En ook de cryptomarkt volgt best wel goed deze cyclussen. En als je begrijpt hoe dat werkt, kun je dus veel beter de markt navigeren. Dus ik zou zeggen van, mocht je deze sessie ook terug willen kijken, die is heel interessant, dat kun je dus, die opnames staan allemaal in de Blije Academie. Maar daar heb je dus alleen maar toegang toe tot de lidmaatschappen. Dus mocht je nog geen lid zijn en je wil deze sessie terugkijken van die donderdagavond over de Bitcoin-dominantie en over de USDT-dominantie, nou, schroom dan niet om lid te worden. Ik zie al dat de linkjes al worden gedeeld. Dus via deze link kun je lid worden van Financieel Blij. Heb je toegang tot de live trade sessies.
Ik zal even ook de pagina nog even bijpakken van de leden. Om even het een en ander nog uit te leggen. Kijk heel even naar de trade, hoe dat die verloopt. Nou, je ziet ook dat de prijs, hè, waar we toen zijn ingestapt, even omhoog is gegaan. Maar nu ook wel een beetje aan het zakken is. Dus we gaan het zien. Ik koop bij een volgende melding, maar uiterlijk op dit punt. De prijs is nu even aan het zakken. Omdat we dus... oh nee, het zijn 3 minuten candles. Even kijken... We zitten in blur op de 3 minuten. Volgens mij had ik 1 minuut ingevuld. Hier moet ik even veranderen. 3 minuten. Kijk nog heel even of dat de melding ook op 3 minuten was. Ben ik nu even kwijt. Nee, blur was dus wel op de 3 minuten. Dan moet ik even mijn logboek aanpassen. Heb ik hier verkeerd ingevuld. 3 minuten. Even kijken. Dan gaan we weer terug naar de trade. Nou, je ziet ook nu, hij is eventjes wat gestegen en hij gaat nu zakken. Ik wacht nu even of dat we een nieuwe melding krijgen. Dus ik koop bij op een nieuwe melding. Deze moet minimaal 4 candles na mijn vorige melding zijn. Dus als we nu een melding krijgen op de 2e of 3e candle, stap ik ook niet in. Hij moet minimaal 4 candles lager zijn. Maar hij moet wel een beetje ook in de buurt komen hier van deze bijkooplijn. Dus als stel we hebben hier nu de 4e candle en ik zou hier een melding krijgen... Ja, dan zit ik bijna bij mijn instap. Dat vind ik te dichtbij. Ik moet wel ook even wat gezakt zijn. Want het moet natuurlijk wel lonen. Stel ik stap hier nu op dit level, zou ik een nieuwe melding krijgen. Dat kan bijna niet, maar stel we zouden iets omhoog gaan en hier zo'n melding krijgen. Ja, dan stap ik bijna op hetzelfde niveau in. Ja, dat vind ik zonde, want dan gaat mijn break-even niet ver genoeg omlaag. Dus ik wil wel dat die of wat lager zit. Hier zou ik wel bij willen kopen. Op de MA200 hier zou ik bij willen kopen. Maar uiterlijk hier koop ik bij als er dan nog geen melding is geweest. Dus voordat ik even naar de Financieel Blije Ledenpagina ga, wacht ik heel even hier af of dat hier nu wat gaat gebeuren. Dit is ook even kijken. We zijn hier ingestapt candle nummer 2. Dus ik heb sowieso nog 2 candles nodig voordat ik in wil stappen. Dus 6 minuten heb ik sowieso nog de tijd. Kan ik wel even naar de ledenpagina gaan. Nou, die gaan we even opzoeken. Ik heb hier Financieel Blij. Nou, kom je op de hoofdpagina, kom je hier. Heb je hier het live traden en heb je hier de abonnementen. Ik ga daar even op klikken. En dan kom je dus op de ledenpagina uit. En dan zie je als je naar beneden scrolt, gratis abonnementen. Je betaalt niets om lid te worden. Je hebt dan toegang tot het forum, tot de provinciegroepen. Je hebt toegang tot een videocursus. Wat is crypto en hoe kan je daar geld mee verdienen? Dus voor alle nieuwe mensen die nu kijken, dit videootje kijken. Kijk je eens naar, het kost je helemaal niks. Je krijgt heel veel gratis info. Krijg nou een nieuwe melding. Kijk even, want wij kunnen natuurlijk in 2 trades tegelijk. Kijk even op de scanner. Dat is token. Klik er even op. Flinke stijging gehad. Hier komt die omlaag. Hier voor het laatst aan de bovenste band. Zit wel een mooie beweging in. Alleen, ik vind het beweging van omhoog en omlaag. Maar niet tussen de MA20, zeg maar. Ik wil hier vaak wat meer beweging zien. Kijk, dit vind ik mooie beweging. Hier is die eigenlijk alleen maar gestegen. Heeft die niet echt mooi naar beneden bewogen. Even kijken. Banden zijn 3. Zijn in principe wel oké, maar je ziet ook hier die lijn, die wijst nog niet richting niemandsland, is nog niet eens gekruist. Rode candle, dus ik sla deze even over. We zitten al in een trade ook. Oh, wat is mijn trade nu? Blur is het, ja. Kijk nog even... Het is scannen, ja, weer die token, zeg maar, zowel op de 1 minuut als op de 3 minuten. Ja, ik besluit toch om niet in een tweede trade te gaan zitten. Waarom? Kijk, pak even de Bitcoin erbij. Oh, dat is op de verkeerde. Ik bedoelde hem hier, AllTrady. Bitcoin erbij. En je ziet ook de laatste 3/4 uur. Ik sta op de 15 minuten. Is Bitcoin alleen maar aan het dalen. Er wordt dus flink geshort hier op dit level. Nou ja, dat was ook te verwachten. Had hier wat stabiliteit gevonden, is nu aan het dalen. Ja, als de Bitcoin daalt, stap ik niet nog zomaar in een trade. Want we kunnen wel zeggen, oké, live trade sessie, hè, laat het zien. Maar het is ook echt wel geld. Dus ik wil ook niet onnodig risico's nemen. Normaal zou ik het nu ook niet doen. Nee, we zitten in een trade die kan laten zien hoe we met een bijkoop gaan werken. Dus ja, ik ga nu toch niet kiezen voor een tweede trade.
Dus ik sluit deze en we houden het even op één trade. Ik zet even de scanner uit, want die hebben we nu niet meer nodig. Oftewel, ik zeg het verkeerd. Moment. Ik zet de scanner nu op de melding waar we in zitten. En dat was blur op de 3 minuten. Dus ik laat de scanner hier nu alleen maar op blur zoeken. En dat is met BLUR. BLUR. Nou, dan zie je. Hij focust nu op blur. Ik laat de meldingen dus aanstaan. Zeg maar dat ik dus het geluidje hoor. Want dan kan ik verder praten met mijn uitleg over de abonnementen. En hoor ik toch als de melding binnenkomt. Maar dan krijg ik niet onnodig ruis van andere meldingen. Even Altrady. Treetje checken. Nou, je ziet hij is aan het zakken. Hè? Dus op een gegeven moment zal er wel een melding, een bijkoop komen. Die heb ik hier al voorbereid staan. Oh, dan klik ik hier weer. Verkeerd. Even kijken, dit zijn eigenlijk mijn presets die ik heb ingesteld. Dus ik snap niet zo goed als ik hierop klik. Maar ja, dat kan gebeuren, hè? Dat er iets gebeurt wat je niet snapt tijdens het traden. Ik ga het nog een keer proberen. Ik klik er gewoon op. Oh, ik klikte schijnbaar toch meer naar rechts of zo. Hier staan mijn presets. Nou, je hebt het long live traden. Long live traden eerste bijkoop, long live traden tweede bijkoop. Dus ik heb daar al een preset voor ingesteld, zodat je snel in een trade kan stappen. En daarna kan ik dus, want als je bijvoorbeeld met de aanschrijfprijs instapt, ja, dan kloppen de TP's en de stoploss niet meer 100%. Maar je kunt ze daarna dus altijd weer bijstellen. Maar stel je stapt dus in en de prijs stijgt snel, heb je in ieder geval je verkopen staan. Dus je kan snel in en uit een trade door zo'n preset van tevoren klaar te zetten. Dus mocht die komen, klik ik hier op. Nou, ik kijk nu nog even naar de Blije Academie. We zijn inmiddels 1, 2, 3, 4 candles verder. Kijken of dat er een bijkoop komt. Blije Academie nog snel even doorlopen. Dus meld je gratis aan, het kost je niks. Wil je meekijken met het live traden? Ja, dan moet je minimaal een brons abonnement hebben. En dan zie je ook dat je de live trade sessie op de donderdagavond in de Blije Academie ook kunt volgen. Nou, op dit moment nog mooie aanbiedingen. Hè? Brons, zilver, goud voor 2 euro per maand. Nou, dat is echt een koopje. Dus ik zou zeggen, schroom niet, meld je aan. Kijk ook een keer op donderdagavond mee. We zijn een prachtige community. In de Blije Academie hebben we ook een forum. Wordt er ook gekletst over allerlei onderwerpen. Kun je dus ook kiezen uit allerlei onderwerpen. En ja, voor 2 euro vind ik het een hele mooie prijs om die live trade sessies ook mee te volgen. Nou ja, je kijkt even op de site waar je allemaal toegang tot hebt. Vanaf het goud op het abonnement heb je dus ook toegang tot de video's van de clinics. En ook tot de live clinics. Pak je nou zo'n proefabonnement, dan heb je geen toegang tot live clinics. Je kan dan wel de video's kijken, maar niet, je hebt dan geen toegang tot een live clinic. Omdat dat gewoon voor 2 euro ja, niet te doen is. Maar je hebt wel toegang tot de video's. Dus ik zou zeggen, schroom niet, meld je aan. Er is genoeg te leren. Ja, prachtige aanbieding. Ik kan er niks anders van zeggen. Het laatste abonnement is het Smaragd abonnement. En daar heb je dus wat toegang tot wat 1-op-1 begeleiding. Dat is echt het grootste verschil tussen het goud abonnement en het Smaragd abonnement. Is dat je dus de mogelijkheid tot 1-op-1 contact met, u, met de coach hebt. Hè, met Helga. Dat heb je dus niet bij het goud abonnement. Dus je kan live trades of 1-op-1 sessies inplannen. Je krijgt extra begeleiding. Weet je nou niet wat het Smaragd-programma precies inhoudt, maar je hebt er wel interesse in. Je kan altijd een vrijblijvend gesprek aanvragen met Helga, een 1-op-1 sessie. Helga gaat met je kijken of dat het Smaragd-programma bij je past. Is dat niet zo, zou ze ook eerlijk advies geven en kun je misschien beter gebruik maken van het goud abonnement. Maar wie weet past het wel tot je, maar dan kom je alleen maar achter door 1-op-1 met Helga of met Karen zo'n gesprek te hebben. En ja, het kost je niks, zo'n vrijblijvend gesprek, dus ik zou zeggen, vraag informatie aan, schroom niet. Vragen kost niks. En zo kom je achter of dat iets wel of niet bij je past. Nou, mochten er nog vragen zijn over de abonnementen, de linkjes zijn gedeeld. Vraag gerust, ik kan nu nog de vragen van jullie beantwoorden. Je ziet hier, we hebben geen bijkoop gehad en de prijs is weer aan het klimmen. Dat is wel jammer. Ik had liever wel wat bijgekocht, omdat je dan ook eerder uit de trade bent en met een wat groter budget in de trade zit. Hè? Dus ik vind het ook niet erg, stel de prijs zo dan dalen tot hier. Je kan bijkopen, je bent dan eerder uit de trade.
Dat is dus niet één voordeel, maar ook je budget is wat groter. Want je bent dan met twee keer $25 ingestapt, zit je dus met 20% in je trade en niet maar met 10. En hoe groter het budget, hoe groter de winst die je ook maakt. Dus ik vind bijkopen absoluut niet erg. Ik krijg daar ook geen stress van. Het is juist fijn om bij te kopen, om alsnog dan met winst uit een trade te kunnen komen. Hij zegt, 1-op-1 kan via mail worden aangevraagd. Inderdaad, even het e-mailadres info@financieelblij.com. Daar kun je dus een 1-op-1 sessie aanvragen, mocht je interesse hebben in het Smaragdprogramma. Het kost je niks, zoals gezegd. Het is superleuk om zo'n 1-op-1 gesprek te voeren en ook al achter te komen, past iets bij me, ja of niet? Want het past ook niet bij iedereen, hè, zo'n programma. En als je twijfelt, waarom zou je het niet vragen? Pak even een slokje water. Helga verdeelt ook al de e-mailadres info@financieelblij.com. Misschien dat Helga ook even de Discord. Ik weet niet of dat het al gedeeld is. Ja, is al gedeeld. De Discord-server is al gedeeld. Nou ja, wil je nou Financieel Blij ook volgen op andere social media-kanalen? Ze hebben allerlei accounts op Instagram, Facebook, TikTok, noem maar op. Je vindt al deze social media kanalen vind je op de contactpagina van Financieel Blij. Misschien dat hij ook even de link daarop voor kan delen. En dan kun je dus kijken waar zit Financieel Blij overal op. Ik zelf zit bijvoorbeeld niet op TikTok. Ik zit wel op Instagram en op Facebook. Op YouTube zit ik, TikTok niet. Ja, je kan niet alles volgen. Ik ben niet echt zo'n social media fan. Want ik wil eigenlijk zo min mogelijk schermtijd. En als je aan het traden bent, dan heb je al genoeg schermtijd als je een trader bent. Dus ik ben niet zo van social media om echt alles te moeten volgen. Maar ik zit wel op YouTube, Facebook en Instagram. Dus je kan ook niet alles volgen. Hè? En in de Discord ben ik veel online. Maar op de contactpagina vind je alle social media kanalen van Financieel Blij. En ja, misschien ben jij wel een TikTok-fan, dat je daar veel op zit. Klik dan even hieronder, dan kom je automatisch ook op de contactpagina van Financieel Blij. En kun je hun daar ook volgen. Maar vind je het leuk om mij te volgen? Ik zit op Facebook en op Instagram. Ik doe niet zoveel met Instagram, maar dat heb ik eigenlijk bijna alleen maar om mijn dochter een beetje te volgen. Dat ik dat super leuk vind. En op Facebook deel ik wel het een en ander. Dus schroom niet, mocht je dat willen, kun je daar altijd mij volgen. Maar ja, ik post dan niet dagelijks iets. Ik doe alleen als ik bijvoorbeeld een live trade sessie doe. Eerlijk moet ik zeggen, heb ik nu verzuimd om dat te delen. Net als ik zeg dat ik het deel, maar heb ik dus niet gedaan dat ik het deel. Dat ik vandaag de live trade sessie doe. Ik heb wel een keer gedeeld dat ik elke derde maandag van de maand de live trade sessies verzorg. Eerlijk is eerlijk, ik ben het vergeten vandaag, want ik was druk in het weekend en ja, ik was het vergeten om het te delen. Nou, de trade gaat de goede kant op. We zien nu ook, als je hier zo kijkt, dat het momentum van het dalen afneemt. Hè? De histogram wordt kleiner. Die groene lijn op de MACD, ja, begint langzaam naar boven te buigen, wil eigenlijk naar boven kruisen. Dus dat is een teken dat we de goede kant op gaan. Hè? Dat is geen indicator, die MACD, die geeft eigenlijk het momentum aan. Dat is geen indicator waar ik op instap. Maar als ik in een trade zit om te kijken welke kant zou die trade opgaan. Wat is de grootste kans? Nou, dan heb je deze, kun je dus meenemen. Als die omhoog gaat kruisen, die groene lijn, de groene is de snelle lijn, de rode is de langzame lijn. Nou ja, als die naar boven doorkruist, ja, dan is de kans gewoon groter dat we weer aan het klimmen gaan. Dus we gaan het zien. Het is natuurlijk maar een 3-minuten chart, 3-minuten timeframe. Dus het is lang niet zo betrouwbaar als dat je op deze kijkt op een hoge timeframe. Maar dat is met alles. Hè. Hoe lager het timeframe, dus de onbetrouwbaarder zijn de signalen die zo'n indicator afgeeft. Fila 1966 zegt, ben weg, was weer duidelijk allemaal. Connie, bedankt. Prettige week allemaal. Graag gedaan. En ja, prettige week en happy trading, zou ik zeggen. Fijn dat je er was. Even kijken. Nou ja, ik hoop dat we toch voordat deze live trade sessie afgelopen is uit deze trade zijn. Ik laat hem sowieso doorlopen. Mochten we niet uit deze trade zijn,
Ik heb nog tijd vandaag. Ik laat hem even uitspelen. En ik zet hem dan in de Discord onder overige trades. Of onder. Waar zet ik het dan neer? Het is een stopmethode. Dus onder, onder de stoptrade draadje. En ik zal hem ook in de Blije Academie plaatsen. Dan onder de live trade draadje. Zodat jullie kunnen zien hoe die trade uiteindelijk is afgelopen. Maar wie weet zijn we nog uit de trade voordat we het weten. Kijk weer naar de Bitcoin. Als ik kijk, dan zit je zo te wachten. Hè? En denk ik, wat zal ik gaan doen? Dus ik heb altijd die Bitcoin chart open. Dan switch ik altijd even, wat gaat de Bitcoin doen? Kijk, we hebben weer een groene candle. Hè? Je wordt hier, vindt wat stabilisatie. Prijs twijfelt van, wordt er alleen maar geshort? Of kunnen we ook nog omhoog klimmen? Heeft nu weer een groene candle. Zelf verwacht ik echter dat we hoger gaan. En dat zie je ook aan de 4 uur. Oh, hier zie je ook van mijn trade, zeg maar, waar mijn TP. Ik heb hier een melding in altijd gezet, want ik trade op Maxi. Met de Bitcoin zit ik in een trade. En hieronder heb ik mijn tweede TP. En heb ik een melding in altrade. Ik kan ook op Maxi een melding zetten, maar die heb ik niet op mijn telefoon. Dat wil ik ook niet. Dus ik heb altrade wel op mijn telefoon. Dus ik krijg een melding als die in de buurt van mijn TP komt. En ik krijg een melding als mijn stop los is gehit. Nee, dan hoef ik die trade ook niet steeds te volgen. Hè. Ik heb wel al één TP gepakt. Wat ik zelf altijd doe, als ik een TP heb gepakt, wacht ik dat de prijs de tweede keer langs die TP komt. En dan zet ik pas mijn stop los op de instap. Op de entry. Ik schuif pas als hij dus de tweede keer langs TP1 komt, dan verplaats ik stop los naar entry. Dus ik laat nu de stoploss nog staan, maar omdat ik al een behoorlijke winst heb kunnen pakken, dus als ik hem opmeet, ik was hier uitgestreed, ik heb hier op dit level winst genomen, was precies op 15% heb ik mijn eerste TP gepakt. Dat, ik zit met de helft in de trade, dus de 7,5% voor de helft. Nou, ik heb 50% verkocht, dus ik zit met ongeveer 3,5% heb ik winst. Omdat ik al de helft verkocht heb en mijn stoploss staat op 1,5%, heb ik dus nu nog maar 0,75 risico op de 3,5 die ik al heb. Dus het is al een winst trade sowieso. Zou natuurlijk jammer zijn als ik word uitgestopt. Maar het is een trade die ik heb genomen op de weekchart. Dus ja, dan laat ik hem ook gewoon uitlopen. Zou ik deze trade hebben genomen op de dagchart, dan zou ik hier alles verkocht hebben. Want dan vind ik gewoon, we hebben een mooie range op de dagchart. Zal ik hem even opzetten. Mooie range op de dagchart. Nou, als je dan de onderkant van de range aantikt, ja, dan zou ik gewoon uit de trade gaan. Want dat is vaak een punt ook waar mensen weer long gaan. Hè? Bovenkant range ga je short. Onderkant range ga je long. Als ik op de dagchart zou getrade hebben, zou ik hier echt wel mijn TP gepakt hebben. En dan zou ik dus met 7,5% winst heel dik tevreden zijn op een trade. Die echt niet zo heel lang heeft geduurd. Net als wat Helga ook de vorige keer zei. Als je op de aandelenmarkt trade en je hebt een rendement van 8% op jaarbasis, dan doe je het heel goed. Dus we zijn ook verwend met crypto, hè, om te denken, oh nee, ik moet die TP hier krijgen. Ik ben niet tevreden met 7,5% op mijn portfolio. Maar als je kijkt, hoe lang zit ik in deze trade? Als ik hier winst had gepakt, 10 dagen. Dan zou je dus 10 dagen voor 7,5% per winst op je portfolio. Is niet 1% per dag, maar ik tel altijd 4 dagen in de week. Dan wil ik 8% in een week. Nou, dan zou ik 7,5% in 10 dagen. Ik zou ervoor tekenen als ik dat elke week heb. Dus ik ben heel tevreden. Even kijken. Bitcoin zet ik weer terug naar de 15 minuten. Groene candle, maar ook alweer met een wikje aan de bovenkant. Oh, ik doe het verkeerd. Dus ik ga weer naar Blur. Is toch nog steeds aan het klimmen. Maar ook weer net niet mijn TP geraakt. Dus we moeten nog even geduld hebben. Ik hoopte eigenlijk wel dat we een bijkoop zouden krijgen. Zodat ik voor de nieuwe mensen die nog niet bekend zijn. Of nog niet zoveel met de stopmethode hebben getraind. Even ook de uitleg had kunnen geven hoe dat werkt. Want stel je had hier een bijkoop gehad. In mijn tradeplan staat dat ik met 10% instap. Dan koop ik bij met 10%. Zit je met 20% in een trade. Nou, stel je zo op dit leveltje hier. Ik zet even een lijn bij hebben kunnen kopen. Dan zie je dat vanaf je eerste bijkoop tot bijvoorbeeld een bijkoop hier 1,14% lager. Dan komt je break-even daar ongeveer in het midden te staan. Dus nu staat die break-even hier. Als ik had bijgekocht, was mijn break-even hier geweest. Als dan de prijs stijgt, dan ben je dus eerder uit de trade dan zonder een bijkoop.
En je zit ook nog eens met 20% in deze trade, waardoor je winst ook 2 keer 0,05 is. Dus dan heb je 0,10% op zo'n trade. Nou, doe je daar gewoon 10 tradejes van, heb je sowieso een halve procent. Dus ja, 10 tradejes met een bijkoop is ook een procent. En de stopmethode is gewoon een methode waar je gaat voor de hele kleine winsten. Want je gaat eigenlijk bij een daling instappen. Je gaat een beetje tegen de trend in, vaak noem ik maar. De stopmethode is echt wel een methode waarbij je een beetje tegen de trend ingaat. Dus bij een daling ga je long, bij een stijging ga je short. Je koopt bij als die verder daalt, waardoor je dus je profiteert van klein herstel. Zo noem ik eigenlijk de stopmethode. En dan moet je ook tegen kunnen om tegen de trend in te treden. Maar je pakt dus hele kleine winsten, waardoor je dus snel in en uit een trade kan komen. Ik heb ook met de stopmethode in de bear market van 2022, heb ik met de stopmethode mijn portfolio in 5 maanden verdubbeld. Ik zat in 5 maanden op een verdubbeling en daarna zat ik al vrij snel ook op 125% in een bear market tijdens een daling. En hoe heb ik dat gedaan? Dat heb ik gedaan met, ik ging toen voor de hele kleine winsten. Dat was toen makkelijker als nu, want toen traden we nog op Binance. En dan trade ik met BNB, betaalde ik mijn fee. En ik trade ook deels op de BUSD, daar betaalde je dus helemaal geen fee. Dus was de stopmethode, traden met de stopmethode, het was gratis. Je betaalde geen fee. En ik heb mijn portfolio verdubbeld met mijn TP op 0,25 boven break-even te zetten. Nu, op Bybit hebben we natuurlijk al een fee van 0,2. Dus je kunt niet je stoploss op 0,25 zetten. Maar ja, zo moet je steeds meebewegen met de markt. Die verandert steeds. Je moet steeds weer een nieuw tradeplan maken. En daarom is het ook zo belangrijk om je trades te analyseren. Je kan geen structureel winstgevende trader worden zonder analyse. Dat werkt gewoon niet, want je moet je steeds verbeteren. Welke trademethode je ook doet, al is het price action waar ik ook heel veel op trade, je moet de trades bijhouden, je moet analyseren en je moet kijken van wat kan ik verbeteren als je winst niet groot genoeg is. Hè? De winrate is belangrijk, je winst is belangrijk en aan de hand daarvan ga je je tradeplan steeds weer fine-tunen totdat je een tradeplan hebt gevonden die werkt voor je en dan ga je ermee aan de slag en uiteindelijk moet je weer gaan veranderen omdat de markt weer verandert of de situatie gewoon verandert. Zoals we nu hadden, dat we dus op Bybit Futures konden traden. Sinds vorig jaar juni was ik toen overgestapt. En nu mag dat dus niet meer. Hè? Het is niet meer mogelijk om in Nederland op Bybit Futures te traden. Dus ja, wat ga je dan doen? Je kunt niet meer short. Je moet weer je trade dan aanpassen. En zo blijf je maar meegaan op die beweging. Maar dat is ook de enigste manier om succesvol te worden. Want als je niet meebeweegt met de golven van de markt, en je gaat in de afweer, dus je bouwt weerstand op. Dus zie het als golven bijvoorbeeld. Als je met een surfplank met de golven meegaat, je hebt golven en je hebt dalen. Dus die golven bewegen op en neer en op en neer. En met een surfplank ga je mee met die golven. Maar je kan ook proberen met die surfplank tegen de golven in te gaan. Kom je er ook? Dan ga je dus steil omhoog en je wordt naar beneden geknald en gaat steil omhoog. Het is mogelijk om tegen de golven in te surfen, maar het is veel moeilijker. Je maakt het jezelf zo moeilijk en zwaar. Terwijl als je meegaat met die golfbeweging, je ook wel dalen hebt, maar je gaat weer mee omhoog en dan kom je mee omlaag. En zo is het ook met het leven. Hè? Zolang als je weerstand hebt tegen alles, botst je steeds weer tegen die golf aan. En die gaat over je heen en je verdrinkt. En je moet weer omhoog krabbelen. Ga gewoon mee met die markt. Kijk hoe die markt beweegt. Kun je iets niet meer? Wees even boos. Was ik ook. Ik was ook echt wel even pissed, als ik het zo mag noemen. Dat weer steeds zo'n overheid voor ons bepaalt wat we wel en niet mogen. Voor mij beslist welk risico ik wel of niet voor mij verantwoord is. Want ik weet wat mijn risico is. Ik wil zelf bepalen of dat ik dat risico wil nemen of niet. En ik hoef niet beschermd te worden door een overheid. Maar goed, even boos worden en we zijn mee op die stroom van die markt. Wat kunnen we wel? Wat is er nog wel mogelijk? En dan ook weer gaan relativeren van, goh, we zitten weer bullish in een bull market. Straks gaan we nog weer door in een bull market. Hè? We zijn nog lang niet bij de top en deze marktcyclus is nog lang niet afgelopen. En we gaan straks weer meebewegen op die golf. Ik heb mijn budget verdubbeld. Ik heb het verdubbeld. Ik zat zelfs 125% in vrij korte tijd, hè, noem ik het dan.
En dat was mogelijk en dat kan nu ook weer. Dus ik wacht gewoon weer totdat die markt weer lekker, dat we ook met spot gewoon door kunnen blijven traden. Ook dan is het mogelijk om je portfolio te verdubbelen. Ik weet dat ik het kan. Ik vond het natuurlijk super fijn om het op om het op een derivatenplatform met leverage te kunnen doen. Maar dan heb je veel meer meldingen. Je kunt long, je kunt short. Maar ook, je zag je zag die trades dan ook veel heftiger bewegen. Hè? Dus de toppen en de dalen, zo die leverage tokens, die bewogen echt wel wat heftiger dan de spot tokens. Dus je portfolio groeit ook wat onstabiel. Hè? Je gaat omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Het groeit wel als je het goed doet. En als je risico weet te beperken en je niet laat verleiden tot hele hoge leverage, waardoor je ook hele grote verliezen hebt als je niet weet hoe het werkt. Dus risicomanagement is heel belangrijk. Dat moet je altijd goed bewaren. Ook bij de stopmethode op een spotplatform. Risicomanagement is gewoon het allerbelangrijkste. En je trades managen. Nou, ik hoop dat we uit de trade zijn. Even een kleine wick of een kleine hoe heet het, candle omhoog. Ja, we hebben nou weer een rode candle. Hij is een beetje twijfelachtig aan het klimmen hier zo. Bouwt wel weer wat liquiditeit op door zo trapsgewijs omhoog en omlaag te gaan. Dus ik hoop dat hij daar gewoon ook nog even door wil. Kijken wat de Bitcoin doet. Ja, moet Bitcoin natuurlijk wel gaan, hè? Als Bitcoin besluit nu om te denken van oké, ik heb te veel verkooporders en is geen druk omhoog om omhoog te komen. En Bitcoin zakt. Hier is natuurlijk ook weer wat liquiditeit weer opgebouwd, hè, aan longposities die lekker uitgestopt kunnen worden. Ja. We gaan het zien. Ik laat hem sowieso uitspelen. Ik heb nog tijd. Inmiddels is het 10:35 uur. Ja, ik denk dat de kans dat we een bijkoop nu krijgen nog binnen de tijd relatief klein is. Of we moeten echt een lange candle naar beneden krijgen. Nou, ik blijf nog 5 minuten. Gaan we het aankijken. Even 2 candles. En dan ga ik afsluiten. En ik laat deze trade wel gewoon uitspelen. Het is inmiddels half 11. Als er nog vragen zijn, wil ik die nog heel graag beantwoorden. Rina zegt: kom er nu pas bij. Denk dat het terugkijken wordt. Nou, welkom Rina. Ja, je mag rustig terugkijken, inderdaad. Dat is altijd leuk, natuurlijk. Ik zeg altijd: je leert altijd iets van wat je ook allemaal al weet. Ik leer ook van de live trade sessies van Helga. Als ik daar door de week gewoon moderator ben en ik kijk mee. Ik leer altijd iets. Het is altijd nog een leermomentje dat je altijd denkt van, oh, daar heb ik nog niet op gelet. Of ja, soms wordt er iets verteld wat je nog net niet weet. En ja, altijd heel erg leerzame sessies. Als er geen vragen zijn, ga ik afronden. Ik deel later deze trade in de Blije Academie in het draadje van het live traden. En op Discord ga ik hem ook delen. Even kijken. Sokka heb je zegt: GM trade, de stop op Texas met leverage, Hyperliquid. Nou ja, dat weet ik allemaal niet zo goed. Daar hou ik me niet mee bezig. Ik trade alleen op het futures-platform van Maxi op dit moment nog. En op het spot Bybit. En dat bevalt me op dit moment goed. Dus geen idee wat je daarmee bedoelt met affaire en zo. Is dat ook een platform? Zegt mij verder niks. Even kijken, nog 5 minuten heb ik gezegd. Tot 10:40 uur blijven we nog even online kijken of dat we nog de trade omhoog kunnen blazen, wat power kunnen geven. He, we zijn nu een beetje aan het klimmen hier. Even kijken, zijn hoger gekomen dan hier. Nou, moet kunnen met 2 candles. Even kijken naar Bitcoin op de 15 minuten. Ja, die wil ook omhoog. He. Groene candle. Nou, zoals gezegd, wat ik wilde zeggen op de 4 uur, denk ik dat de liquiditeit hierboven wordt opgehaald. Want we hebben natuurlijk een flinke daling. Hier is geshort, hier is geshort, hier ligt heel veel liquiditeit. Als vanmiddag de beurs om 3:30 komt van Amerika de spot ETF's weer bij. Als die weer inflow krijgen, is het best mogelijk dat je hier druk omhoog krijgt. En dat het hier, zeg maar, weer flink geshort wordt. Vraag is nu, is die inflow van de ETF's voldoende power om ons nog omhoog, om de Bitcoinprijs nog omhoog te drukken? We gaan het zien. Nog even naar Blur. Nee, toch niet. Heeft er niet zoveel zin in. Gaat zakken. Ik zet nu wel ook een 30 candle lijn neer. Mag ik straks gaan beoordelen. We zitten op de 3 minuten. 30 candles zitten hier. Oh,
verticale lijn. Komt de prijs bij die 30 candles en is er nog niks gebeurd, ja, dan ga ik beoordelen of dat ik de uitstapstrategie ga doen. Dus als die alleen maar zijwaarts gaat, ga ik bijvoorbeeld uitstappen. Als we nog steeds geen bijkoop hebben gehad, ga ik uitstappen waarschijnlijk. Of in ieder geval de uitstapstrategie. Maar hebben we wel een bijkoop, nou, dan is de kans groot dat ik er misschien nog 30 candles ga geven. Moet ik er wel bij blijven zitten? Ik was van plan om na de light trade sessie even naar buiten te gaan om te wandelen. Dus al te lang ben ik niet van plan om in te blijven. Maar ik ga ook niet zomaar uit de trade stappen als ik denk dat deze trade potentie heeft. Dus alles hangt van Bitcoin af. Wat gaat die doen? Hebben we inmiddels een bijkoop gedaan? Misschien doe ik ook wel een bijkoop en dan een stop los zetten. Maar ik wil dan wel beide, of de stop los en doe ik geen tweede bijkoop. Ligt allemaal een beetje ook aan hoe de markt nog beweegt. Ligt aan Bitcoin, ligt aan mijn tijd. En ligt eraan wat die heeft gedaan bij die eerste 30 candle lijn. Het is 10:40. Ik ga afsluiten. Even kijken naar de chat. Zijn decentralized niet? Oh ja, inderdaad. De exchanges. Decentralized, inderdaad, net als MetaMask. Hoe heet die andere? Ik ben hem even kwijt, die nu ook onder vuur staat. Ik ben even de naam kwijt. Er zijn er meerdere. Decentralized is natuurlijk mooi, omdat je dan geen partij hebt, geen exchange, hè, die ja, de leiding heeft, zeg maar. Maar ook deze zijn nu inmiddels aangeklaagd. Hoe heet de ene nou? Niet MetaMask, maar die andere. Ik ben even de naam kwijt, kan er even niet opkomen. Ook die zijn inmiddels door de Fed aangepakt in Amerika. Dus het geeft geen garantie dat die niet worden gecontroleerd. We gaan zien hoe dat afloopt. Nou, dankjewel dat jullie er waren. Voor de mensen die hem terugkijken, ik wens jullie allemaal een hele fijne tradeweek. Happy trading. Schroom niet om lid te worden van Financieel Blij. Helga heeft de link gedeeld. Hij komt ook onder deze video te staan. Klik erop om lid te worden. En dan zie ik jullie misschien ook op een donderdagavond. Marco, dankjewel. Het zou heel fijn zijn als jullie allemaal, als je hebt meegekeken, nog een duimpje zouden geven. Dat zou ik heel erg waarderen. En het rankt ook de video weer wat hoger in YouTube. Hoe meer duimpjes, hoe hoger dat we komen. Fijne tradeweek allemaal. En tot ziens. Daag.